terwijl Thomas achter mij de E-divisie aan het volgen is. Go Ahead Eagles tegen Vitesse. Met de gast van vorige week zijn we weer begonnen met Vrijmiddelborrel. Ian Terschuur staat weer achter. Ian Terschuur, ja. Jammer. Die heeft alleen hier gewonnen, denk ik, in zijn carrière. Ja. Op locatie in Amsterdam. Milo van Dongen, Thomas Heerma, Wevos van Vos. Van Vos, ja. Ja, die past er niet meer op Twitter? Nee, klopt. Of is het een... Die past er niet meer op Twitter. Hij was niet al geclaimd. Oké. Okay. nee, dat is een lange achternaam. En Jordi Imani natuurlijk. Weer helemaal bijgekomen naar de overwinning gisteren van Ajax. En het daarbij behorende feestje. Ja, dat was gezellig. Toch? Ja, dat is jammer. Ja, laten we het gelijk over Ajax hebben. Halffinale binnen, toch? Nou. Ja, laten we gelijk goed beginnen, toch? Nee, ja, het is een tegenstander met mogelijkheden, denk ik. Maar laten we er niet te makkelijk over doen. Deze fouten maken ze elk jaar, toch? Als ze de Champions League niet redden en ze gaan naar de Europa League, dan zouden ze moeten winnen. Nou ja, de Kopenhagen is te verslaan, maar wel een lastige wedstrijd, hoor. Thomas, jij ook grote Ajax-fan? Ja, grote Ajax-fan en fan met weinig vertrouwen in de Europa League dit jaar. Want ik heb gisteren de tweede helft zitten kijken. Dat vond ik eigenlijk afschuwelijk. Ja. Van de week ervoor de tweede helft echt afschuwelijk. En Kopenhagen heb ik alleen in samenvatting gezien. Ben je dan eigenlijk blij als ze winnen of niet? Jawel. Maar hoe dat, ik neem aan dat jullie ook het hebben gezien hoe dat einde dan gaat. Die 4-1. Vijf. Dat was 5. Ja, maar Klaassen die dacht op een gegeven moment. Ja, die stopte maar. Dat dacht hij. Ja. En als je dan zo een kans zo slecht uitspeelt, dan vind ik dat je hem ook bijna nog verdient om tegen te krijgen. En ik ben uiteindelijk wel heel blij, maar ik vond dit wel zeer, zeer armoedig. Ja, maar dus ik over denk... armoedig gesproken, mooi bruggetje trouwens. Ja. Deze man zat gisteren in Lyon. Ja. Je hebt wel met een historie geweest. Ja, grootste nederlaag ooit van een Nederlandse ploeg in... Dos was ook 7-1 tegen Barcelona. In? 1965, geloof ik. Jezus. Ja, dat waren nog steden. Man, maar... Even... beter te verantwoorden, denk ik, als DOS zijnde tegen Barcelona. Ja. Tegen Barcelona, ja, inderdaad. Ja. Maar even hulde, ik zei het al net voor de uitzending, jouw stand-upje gisteren, dat ideale omstandigheden, stedentrip Lyon, alles dat zo. En toen, John van der Brom, we zijn hier niet op vakantie. En, Hij geloofde er echt in, hè? Nou, dat is niet helemaal waar. Nee, dat denk ik ook niet. Want anders begin je ook niet dat je al een wissel hebt voorgepland. Dat gebeurt voor mij alleen bij de amateurs. Nou ja, het was de eerste wedstrijd van Vlaar sinds begin december. Dus ik snap dat hij dan niet een hele wedstrijd kan spelen. Nee, maar als je zegt, we nemen het heel serieus... dan ga je niet voorbehoud maken over een speler. Ja. Dus als je 2-0 voor zou staan, dan zou je hem ook wisselen? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dat is toch raar. Ja. Ja, in het geval van Vlaar, dat het niet kan. Nee, maar ik bedoel meer als je dat zegt. Dat je... Hij zei ook vooraf, volgende week hebben we Cambuur... en ik wil heel graag dat Vlaar dan speelt. Dus gebruik hij eigenlijk deze wedstrijd om Vlaar... Als iemand terugkomt van een blessure, is het toch wel... hoef je niet uit te spreken, maar in je hoofd heb je dat wel volgens mij. Ja. Dat je hem een bepaalde minuut eraf gaat halen. Ik weet niet of... Dus vraagt ook iemand in de chat of jij je schaamt voor AZ. Nou... als afwaardig van Nederlandse media stond. Ja, maar zover gaat het niet. Maar er waren wel... ik moest heel lang wachten op die interview. Dus ik stond daar een beetje met Franse journalisten. En die zeiden, wat was dit joh? En toen zei ik ook, dit is de grootste nederlaag ooit van een Nederlandse ploeg. En toen, echt waar? En die waren wel verbaasd hoe makkelijk Lyon het had. Ja. Maar ik kan er gewoon niet bij dat... je bent toch topsporter? Dat dit je zo over je kant laat gaan. Wat kun je er tegen? Een collectief falen. Maar het begint dus al, denk ik... Zullen er vast twee, drie rondgelopen hebben met pest in lijf die graag een tandje hadden wil. Maar ik bedoel meer over vooraf, weet je, dat je dan zo begint. En ik denk dat het echt met alles eromheen te maken heeft. Hoe je als trainer zo'n wedstrijd, hoe serieus je hem neemt. Het bestaat niet dat je een team zo lamlendig aan een wedstrijd begint. Hebben jullie de 1-0 gezien of waren jullie toen nog aan het feestvieren? Ik heb de 1-0 gezien. Jij was waarschijnlijk nog in Hoosanna-stemming. Dat was met die haps, die bal. Ja, zeker. Het is ook een individuele fout van haps. En dat, weet je, ze zullen echt met goede bedoelingen zijn begonnen. Maar ja, als je dan na 5 minuten weer met 1-0 achter staat door een blunder van jezelf. Ja. Ik vind het wel opmerkelijk als je de interviews zag na de wedstrijd in Alkmaar. Als je de uitslag niet wist, dacht je dat ze bijna gewonnen hadden. Dat het 0-1 was geworden. Ja, precies. Maar Bellassani zei, volgens mij was dat niet bij mij, maar bij RTL, die zei, het kan nog. Dat zei hij echt. Ja. En dat hele verhaal kwam ook zo van, wij waren eigenlijk beter. Het staat 4-1, maar waarom, misschien scoren wij er wel 4 daar. Ja, ze hebben het gezien. Maar jij zegt dus eigenlijk dat het... Van de Broms schuld. Ja, maar het is veel meer. Ik heb het al heel vaak met jou over gehad dat ik AZ enorm overschat vind. Gewoon als ploeg en eigenlijk alles eromheen ook. Maar zoiets, weet je, dat spelers dat ook zeggen, dat komt ergens vandaan. Dat is dan, zij gaan eerst naar binnen.
naar zo'n wedstrijd. Nou, dan zegt een trainer waarschijnlijk ook, ja, goed gespeeld en dat soort dingen. Nee, je verliest met 1-4 in Europa. En luister, vooraf had niemand enig een beetje het internationale voetbal volgt of FC Buitenland kijkt, Jordi. Die had geen enkele seconde gedacht dat AZ ook maar een kans had gehad tegen Lyon. Ah, dat is niet helemaal waar. Nee, maar ik moet mijn eigen previews gaan tegenspreken, dat doe ik nooit. Nee, want ik heb die van jullie gekeken en toen zeiden jullie nog, misschien heeft AZ wel een kans. Ja, maar AZ is niet zo goed. Dat bedoel ik, dat Lyon misschien nog niet de top is. Ik weet niet wat er in de winterstop gebeurd is, of dat weet ik veel, een dreigbrief uit Alkmaar heb gehad of zo, maar je bent zo... Nee, maar dat had ik voor de winterstop al. Op AZ. Het valt wel, die avond tegen Zenit. Nou, dan kan je ook van Lyon winnen. Zeker van Lyon, wat in de competitie gewoon van iedereen om zijn oren krijgt. Tegen Zenit speelde AZ echt een fantastische wedstrijd. Ja, dat was echt een van de mooiste wedstrijden die ik de afgelopen in jaren heb gezien. Het zijn toch incidenten? En kijk, je gaat niet twee keer met een incident een ronde verder komen. Nou ja. Nou, aan de andere kant, twee weken geleden, Heerenveen wordt super geroemd dat ze zo mooi spelen en fantastisch. AZ was gewoon beter die wedstrijd. En met goed voetbal. Voor de beker? Uit Heerenveen AZ wonnen ze 2-1. Het was echt een goede wedstrijd. Dat ze alles mocht. Misschien, precies. Ja. Toch? Ja, dat klopt, ja. Misschien moet jij gewoon niet meer over AZ dit zeggen. Ja, prima wel. Want, gisteren waren ze niet goed natuurlijk. Maar... Nee, niet goed, nee. Daarover gesproken, dat vond ik wel mooi. Want dat was een wedstrijd, daar hebben we het nog over gehad. Dat spelers echt bij jullie voor de camera stonden. Echt van, ja, die wisten ook eigenlijk niet wat ze hadden meegemaakt. 90 minuten lang. Dat werkelijk waar de Bas naar huis alleen maar zo stond. Ja. Ga maar door. Dat was bizar. Ja, daar was ik bij inderdaad. En ik zei ook tegen Rienstra na afloop, vond je dit nou fijn? Toen zei hij, ja, echt super fijn. Was het maar elke week zo? En toen zei ik, ja, maar dat is niet zo. Nee, en dat is precies het probleem. Want volgende week hebben we dan weer 12 gele kaarten. Dus, dan is het toch wel lekker voor dit weekend dat Bas Nijhuis die wedstrijd doet. Fijn op PSV. Ja. Maar hij is een van de weinigen tenminste die dan... Want heel veel scheidsrechters staan volgens mij soms op en die denken van... Nou ja, ik ga het vandaag ook proberen. En dan halverwege twijfelen ze en denken, nou, dit was toch wel een harde overtreding. Dan geef je het ineens geel. Terwijl je echt 10 gigantische overtredingen door laat voetballen. En dan ineens wel kaart geeft. Ja. Ik vind, als het de hele wedstrijd gebeurt, vind ik het prima. Ja. Maar jij kijkt heel veel buitenlands voetbal. En voor mij, in Turkije is het niveau nog veel slechter qua scheidsrechters. Ja, dat is vooral het probleem, weet je. In Nederland doen we vaak alsof het hier echt heel erg slecht is. Maar in het buitenland is het echt wel slechter. In Spanje is het ook echt heel slecht op dit moment. Ja? Ja. Voor de weken... Juist voor de topclubs? Nou ja, ik denk het beste voorbeeld daarvan is vorige week Bayern München. Het klassieke, er gebeurt niet veel. Spelen tegen Hertha, staan 1-0 achter. Krijgen ze 5 minuten blessuretijd. Lukt het ze bijna. Laat hij nog een minuut extra spelen. En 5 seconden voor de 6e minuut scoren ze de 1-1. Met de middelvinger, toch? Ja, precies. Ja. Uiteindelijk wel. Maar ja, een andere ploeg gebeurt dat niet. Als dat Ingolstadt was, dan was dat lang en breed afgefloten. Mm-hmm. Dus het is altijd wel redelijk in het voordeel van de topclubs. Alleen... Ja, als je een brede top hebt, is dat dan weer moeilijk verdelen. Dan is wel hulde dat we Thomas en Milan aan tafel hebben. We hebben opeens allemaal vrouwen in de chat. Nou wat gezellig. Dus dat is lekker. Dat is nog nooit gebeurd. We hebben ook een vraag aan jou. Ben je familie van Merel van Dongen, van de Ajax-vrouw? Wil Mike Idelenburg al 38 keer weten? Dus Mike, bij deze, sorry dat ik je vraag nog niet beantwoord heb. Dat klopt, Mike. Ja. Merel is mijn nichtje. Nichtje. Ja. Nederlands elftal. Zeker. Binnenkort gast hier ook, hè? Vrijdagmiddag. Volgens mij wel. Nou, wat gezellig. Revalideren. Ja. Vrouwen zijn vaak op jouw agenda, dus dat weet ik niet. Ik heb het nog niet ingevuld zien staan, volgens mij. Goed. Zit het talent in de familie? Ja, ik geloof het wel, hè? Ja? Ja, het is bij de vrouwelijke tak iets beter. Oh, alleen de vrouwelijke tak, oké. Okay. Nou ja, ik zal niet opscheppen over mijn voetbalkwaliteiten. Nee, maar de Merel en Sanana, die bekend van VV Kicks natuurlijk. Dat is een tweeling. Vrouwenvoetbalprogramma, zeker. Maar dat is bizar. En ze hebben nog een zusje, Tessel, die is iets ouder. Maar die drie, die hebben op een gegeven moment... is er een tijd geweest dat Tessel in het Nederlands rugbyteam zat. Sanne in het Nederlands basketbalteam. En Merel in het Nederlands voetbalvrouwenteam. Ja, dat was wel vrij bijzonder. Heb je ook zo'n talentvolle familie? Op sportgebied? Nee, zeker niet. Nee. Sowieso beperkt dat talent voor zover er is zich tot voetbal. En dat is een stuk matiger. Dat is gewoon... ik zelf speel vierde klasse amateurs. Ja, dat zit niet in de buurt van... in Amsterdam-Oost, bij WVHEDW. Nou, kijk, naam die jij niet uit kan spreken. Kijk nou. Ik weet zelfs wat voor staat. Dan. Nee, maar vorige keer vergat ik hem. Dus dat gaat me nu niet lukken. Wilhelmina, vooruit, Eendracht... Hortus Eendracht moet winnen. Ja, je bent er bijna. Ja, ze winnen. Zelfde vergeten. Maar het mooie is, daar speel ik ook.
Jullie zitten bij elkaar op de klas. Ja, maar dat is goed mogelijk dat je elkaar dan even goed niet kent. Want jullie hebben volgens mij 36 zaterdag elftal. Zoiets, ja. Ja, ik speel ook nog op zondag. Dus op zondag. Ja, zondag hebben we er 13 geloof ik en zaterdag 22. Dat is echt niet normaal. De meest gezellige club ook van Amsterdam. Ja, en je kan totaal niet inschatten als tegenstander. Zeg maar, je moet dan tegen het 14e of tegen het 23e. De ene keer word je weggepoetst en de andere keer kunnen ze niet zo goed voetballen. Ja, en ze hebben hele goede scheidsrechters, toch? Dat is de jongen van de radio. Weet je ook weer? Misschien moet je even dit verhaal vertellen. Dit is wel een mooi verhaal. Ik kom niet op zijn naam. Joost, toch? Joost Bakker van Joost WNL. Joost Bakker van WNL. Ja, ik moest daar een wedstrijd voetballen met mijn eigen club. En ja, zij wijzen zelf scheidsrechters aan bij jullie vaak. Meestal wel, ja. En nou, dat escaleerde een beetje. En werd nog wel wat geroepen naar de scheidsrechter door mij. En na de laatste fluitsignaal komt hij naar me toe. Zegt hij, doe de groetjes aan Nieuw. Doe de groetjes aan Nieuw. Hij zei, ja, ik ben Joost. Kijk, laatst had je me geholpen met een stukje over Turks voetbal op de radio. Dat was onze kennismaking, zeg maar, buiten de mail om. Prima. Maar ik kreeg dus het verhaal. Je had gevoetbald, denk ik, een uurtje of 12 of 2 uur of zo. En de voetbaladvocaat Christian Visser, die appt mij. Gaat alles wel goed met Jordi? Dat is namelijk het team waar Joost normaal ook in speelt en zo. En die zei dat Jordi zich nou eigenlijk gedroeg zoals hij elke zaterdag gedraagt op de voetbalvelden. Een beetje Turks temperament op de Nederlandse amateurvelden. Ja. Alleen dan tegen een bekende. Ja, dat kan ook af en toe gebeuren. Ja, Turkije trouwens wel lekker, wel door, Beşiktaş door in de Europa League. Als enige, dus zo lekker was het niet. Want Fener ligt eruit en Osmanlıspor heeft verloren. Ja. Zij moeten nu tegen de tegenstander van... Met Adem en Heer wel in de basis of niet? Volgens mij niet. Dat vroeg laatst iemand aan mij. Nee, want het is toch niet een gelukkig huwelijk, hè, daar? Nee. Je dacht, tenminste, ik vond het op voorhand niet een hele slechte set. Beetje naar de subtop van een andere competitie. Om daar dan een beetje uit te blinken. Maar verre van moest eerst wedstrijd fit worden. En daarna heeft hij vooral in de Europa League veel kansen gehad. En in de competitie ook een aantal. Af en toe ongelukkig, weet je, balletjes op de lat, balletjes op de paal als hij dan meedeed. Maar het is nu wel aardig wel weer van het toneel verdwenen. Ja, volg jij ook dat soort voetballers nog? Of beperk je eigenlijk meer tot Nederlands voetbal? Als je een beetje kijkt. Jongens, gisteren stond hij in de basis. Volgens mij wel. Nou ja, goed, maakt niet uit. Ik volg dat zeker niet zo... Stond in de basis, dankjewel Tijn weer. Als ik ooit, toen ik... Ik denk rond 10 jaar geleden of zo, toen woonde ik bij mijn ouders, had ik Canal Plus. Toen was ik echt iemand die dat echt allemaal zat te kijken en aan samenvattingsprogramma's. En dat is nu beperk ik me eigenlijk tot de headlines op voetbalsites en Nederlandse competitie en Engelse competitie ook wel. Maar ik zit er een stuk minder in dan ik ooit zat. Dus jullie zouden me van alles ook wijs kunnen maken over de Turkse competitie. Dat gaan we ook zeker doen. De komende uur. Hoe is dat bij jou? Ja, jij moet natuurlijk werktechnisch heel veel kijken. Maar ben je echt maniakaal? Een beetje Mark van Rijswijk-achtig type die 24-7? Ik ben niet maniakaal, maar wel Eredivisie maniakaal. Dus daar probeer ik alles te zien. Maar niet hele wedstrijden hoor. Maar als ik... kijk wel alle samenvattingen sowieso en ik probeer wel echt alles bij te houden. Ga je ook naar trainingen? Nou ja, dat zou ik wel willen. Alleen we hebben best wel een druk programma. Omdat we door de week dat Fox Sports Vandaag uitzending hebben. Elke dag. Dus daar gaat vrij veel tijd in zitten. Maar ik ben veel bij training, want dan moet ik een item maken. Oh, okay, ja. Dus ik zie, ik heb denk ik alle Eredivisie clubs dit jaar wel... Nee, dat is niet helemaal waar, maar meer dan de helft wel zien trainen. Ja. Okay. Maar ik zou veel vaker willen gaan. Maar ja. Dat zit er helemaal niet altijd in. Nee, dat is altijd verwijt hè, van trainers die maken aan journalisten. Jullie kijken niet alles. Ja, maar ja, weet je, dan, je kan dan een keer een training zien, maar ja, je ziet toch nooit alle trainingen. Ik wil net zeggen, maar tegenwoordig is de helft besloten. Ja ook dat. Toch? Ik zag zelfs dat NAC ook besloten had getraind gisteren. Ja, voor me. Ja. Stijf even. Maar Volendam komt op bezoek. Wat zeg je? Volendam komt op bezoek. Dan moet je even... Voor Kees Kwakman. We zullen gewoon zeggen hoe lang Stijn Vreven het nog vol gaat houden daar. In Breda. Nou, jij wil het graag over hebben, vertel maar. Nee, maar het lijkt me meer. Ja, ik heb het afgelopen... Ja, vraag me nou niet af waarom ik dat heb gekeken. Jong PSV tegen NAC. Ik heb het toevallig ook in gezien. In het Jan Lauwers Stadion. Ja, ben je erin gegaan? Nee, hier. Oh, hier. Oh ja, tuurlijk. Met Mark van Rijswijk volgens mij. Ja, klopt. Maar dat was, ja, alles wat NAC ooit voor stond, in ieder geval ook in de Eredivisie en de ambities die ze hadden dit jaar om snel terug te keren. Ja, ja maar huurlingen ook allemaal, hè? Ja, maar het is gewoon niks. En ik denk de allerbeste voetballer die ze gehaald hebben. En dat zal heus wel dat hij dan niet... Is dat een goed vriendje van je, Jeff Sands? Nee, is geen goed vriendje van me. Maar het is wel iemand die we... Ja, waarvan iedereen die we te gast hebben gehad. En ook dit jaar. We hebben dit jaar nog met spelers over gehad. Die speelt dit jaar geen minuut meer bij NAC. Ik weet niet wat er gebeurd is. Of hij een git en oudertje heeft gedaan. Maar het was al die stap dat ze zeiden van dat ze het gek vonden dat hij naar NAC ging. Ja. Iedereen zei, die kan hoger op.
Ja, dat is toch, ja. Toch? Ging voor Dijkhuis, toch? Ja, ja, die hadden samen met Excelsior samen goed met elkaar gespeeld. Maar het is wel raar dat... Vind je het niet dat zo'n grote club... Het is gewoon totaal onherkenbaar. Ja, ik denk ook niet dat het snel doet veranderen. Volgens mij het was natuurlijk altijd heerlijk met de financiële perikelen. Dat jarenlang ging dat goed. En nu met die degradatie. Volgens mij zijn de eigen supporters ook niet echt hoopvol erin, hoor. Nee. Die vinden het verschrikkelijk op dit moment. Het is natuurlijk voetbalgeneuzel Daniel Oude. Ja. Die wil eigenlijk liever niet meer wedstrijden kijken, heb ik het idee op dit moment. Nee, maar Sjoerd zei ook, ja jongens, jullie kunnen wel het uitslagen. Ik ga al jaren niet meer voor het voetbal. Maar ze gaan wel. Ja, ze gaan. Nee, maar het is supergezellig daar. Ja, dit weekend sowieso carnaval. Zou Kees Kwakman denk ik carnaval gaan vieren? Vanavond? Ik denk alleen dat ze winnen. Ik denk Kees is wel fanatiek om dan niet te gaan feesten, denk ik. Ja? Gaan jullie carnaval vieren? Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Zeker niet, nee. Precies, maar aan het kijken natuurlijk niet. Kijk, hier nog meer mensen. Dag trouwens Daan van Koten. Mooi nieuw. Buckets televisie. Er is morgen wel Amsterdamse carnaval is er ook. Dus ik ga niet... Ga je daarheen? Niet de water. Ja, dan gaan we even buurten. Waar is dat? In het Sieraad. In het Sieraad? Edelwijsfeestjes zat het. Edelwijs, zijn. Zeker. Ja, party carnaval. Ja, je hebt Buckets natuurlijk. Presentator Buckets TV. Ja, we komen binnenkort weer terug. Denk nog een weekje of twee. Even doorschilderen, even doorklussen. Oké. Ik zag toevallig, was het NBA All-Star Weekend? Ja, afgelopen weekend. Steph Curry op de foto met Ronaldinho. Ja, dacht ik, heb je dat al gezien? Ja. Al die NBA-spelers waren helemaal... Ongelooflijk, toch? Ze liepen echt zo van... Ronaldinho is hier. En eerlijk, is ook gewoon terecht. Want Ronaldinho was ook gewoon het ene twee jaar tijd. Maar ik las nu pas waarom het kwam dat Ronaldinho daar was. Heb je het verhaal gehoord of niet? Nee, vertel. Barcelona wil Amerika veroveren. En die gaan 20 vestigingen openen door heel Amerika om de brand te verspreiden. Voetbalscholen te openen in wijken waar mensen het niet heel breed hebben en zo. En, het zal natuurlijk ook wel een marketinginstrument zijn voor Barcelona. Maar ik vond het wel vet. Ja, tof. En hij, Ronaldinho is allemaal... Is het gezicht, ja. Is van, die was daar echt neergezet. Ja, zeker. Ze zaten ook bij de Fashion Week. Dat ze de kledingmerk van FC Barcelona bij de New York Fashion Week hebben ze dat daar ook neergezet. Amerikaans voetbal komt eraan, hè? Wat zeg je? Het Amerikaanse voetbal komt eraan. Ja, nou, nu kan je met mij weer belachelijk gaan maken. Dat gaan we niet doen. Ja, wil je het even doen? Nee, helemaal niet. Maar ik heb wel nog... Ik kreeg een verzoekje over de tijd... Nou, dat is ongeveer de tijd dat NAC nog goed was. Over hashtag waar is Jatto? In Tilburg... Jatto Cissé. In Tilburg zijn ze ontzettend op zoek naar Jatto Cissé. Ze hebben al 2 jaar of 3 jaar niks... Hij is gevonden. Volgens mij is hij gevonden. Heb je hem gevonden, Jan? Heb jij hem gevonden? Jan! Waar heb je hem gevonden? Daar is hij. Komt het nu in de chat? Oh nee, dan heb ik verkeerd. Maar volgens mij, ik zag iets dat ze hem hadden gevonden ergens. Nou, dan wil Glenn de Groot gewoon ergens. In dat geval. Glenn, ik heb het maar gedaan. Hij is dus ergens gevonden. Ja, hij was... Heel goed antwoord, Jan. Levend. Kijk even op de site. Waar is jatto.nl, volgens mij? Okay. Nou, terwijl Jordi zat te kijken, heeft Han Solo, ik denk die werkelijk waar geen minuut heeft gemist van alle vrijdagmiddagborrels tot nu toe. Hulde Han. Dat jouw broer, Jeroen Stekelenburg, eerder te gast geweest hier, zei... dat hij eerder jou naar de NOS ziet gaan dan hij zelf naar Fox. Hoe kijk jij daar tegenaan? Oh ja, dat had hij gezegd. Hè? Ja. Hij zit trouwens voor mij live te kijken in Calgary. Ja. WK Sprint. Komende zondag, dat gebeurt zaterdag. Of elke dag. Ik kijk geen schaatsen, sorry. Is korte afstanden wel spannend? Lange afstanden? Het duurt niet zo lang. Ja, dat is wel lekker inderdaad. Ja. Maar? Ik heb er al gewerkt hiervoor. Dus ik ben van de NOS naar Fox gegaan. Omdat ik bij Fox heel veel kansen kreeg. En de NOS niet? Nou ja, minder. Kijk, de NOS heeft natuurlijk niet zoveel uitzendingen en maar één kanaal. En Fox heeft veel meer uitzendingen en veel meer kanalen. Dus er is sowieso meer plek. En ik was nog niet zo ervaren. Dus ik vond het is op zich ook wel logisch dat de NOS op dat moment niet voor mij koos. En toen ben ik naar Fox gegaan en daar heb ik heel erg naar mijn zin. Dus op dit moment zie ik niet echt reden om terug te gaan. Maar wat zie je eerder gebeuren? Jij terug of Jeroen naar Fox? Ik zie denk ik het andere eerder gebeuren. Ja? Nee, ik weet het niet. Nee, Jeroen heeft het wel, die heeft het wel heel erg naar zijn zin daar. Met het Nederlands elftal en schaatsen natuurlijk. En atletiek met Daphne Schippers natuurlijk. Dat zie ik dan misschien mezelf ook eerder. Maar nou, er wel een beetje omheen nu. Jazeker. Goed, zo! Ik zie jou kijken. Scherp, even rectificatie. Misschien heeft hij wel gelijk. Dat denk ik, ja. Jatto Cissé is niet gevonden. Oh. Veel tips. Dat ja, verkeerd geïnformeerd. Dat overkomt zelfs mij wel eens. Ongelooflijk veel tips binnen, maar ze zijn nogal uiteenlopend. Dus het blijft spannend. Je zit erop. Dank je wel. Kun je volgende keer wel melden als er echt nieuws is? Ik ga mijn best doen.
Geen Stef de Bontje doen, hè? Goed. maar je zei dat die kans misschien wel aanwezig is. Het is trouwens wel grappig dat nou, jouw broer werkt bij de NMS. Jij zit bij Fox. Vind je dat jullie op elkaar lijken? Hoe jullie werken? Zeg maar als jullie mensen interviewen. Nee. Nou, natuurlijk wel. Natuurlijk een beetje, omdat we hebben sowieso dezelfde stem. En, vind je dat? Nou, ik vind het wel een beetje op elkaar lijken. Het is, te herkennen. Nee, maar het is niet hetzelfde. Het is niet twee, maar je kan het horen. Ja, nee, maar ik vind Jeroen is een veel betere interviewer dan mezelf. Ik vind Jeroen een van de beste van Nederland zelfs. Dat vind ik mezelf nog lang niet. Dus qua interview, nee. En ik denk dat ik iets meer, veel meer presentatieervaring heb. En dan daar ja, misschien iets verder ben. Hier Jeroen Stekelenburg trouwens? Ja. Niet? Okay. Maar, want het is altijd leuk als je nog met drie mensen over wilt zitten praten. Ja, nee, wie is die man? Even ergens aan de bel getrokken of als ik snel gaan googlen. Nee, ik weet waar het over gaat. De man die tegenwoordig niet alleen Daphne Schippers interviewt, maar ook de bondscoach. Ja. Dat is wel bijzonder, denk ik. Ik denk dat, is dat het hoogst haalbare in het Nederlandse? Zeg maar om de bondscoach gewoon standaard te... In het Nederlands voetbalsjournalistiek. Ja. Niet het hoofdhaalbaar in Nederland om Danny Blind te spreken. Hij woont een paar huis achter me, dat is niet zo heel moeilijk. Oh! Je hebt hem nog nooit gesproken, dus zo lastig is het wel. Nee. Ja, dat is ook zo. Hij is heel weinig thuis. Wat wil je hiermee zeggen? Nee, geen idee. Is het hoofdhaalbaar? Weet ik niet. Nee. Ja, is dan het cirkeltje rond voor jou als je binnenkort Danny Blind mag interviewen? Het cirkeltje rond? Ja. Waar is het begonnen? Waar is het begonnen? Ja, dat is een... bij UFC op Fox, denk ik. Nee. Ik denk dat... Ja, maar dat is ook altijd de vraag over... Wij zijn niet echt journalistiek. Nee. Dus dat, voor ons is het anders. Maar ik denk als je in de journalistiek werkt, is dat wel een baan. Op zich wat het hoogst haalbaar is. Net zoals dat als je een programma presenteert, is het hoogst haalbare denk ik nog steeds 7 uur zondagavond bij de NOS. De samenvattingen, toch? Ja, denk ik wel, ja. Wat vind jij, Thomas? Nou, ik zit nog even over dat of Danny Blind interviewer dan het hoogst haalbare is. Ik denk dat er ook vaak veel meer valt te halen in wat je niet helemaal verwacht. In interviews die je niet helemaal ziet aankomen. En ik denk dat als je Danny Blind 100 keer interviewt, dat je eigenlijk geen enkele keer echt nieuwswaarde eruit haalt. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen, ik schrijf, maar ik ben niet echt een journalist. Of in ieder geval, ik interview niet vaak mensen. Zeker niet binnen de voetbalwereld. Ik kan me heel erg voorstellen dat als je dat wel doet, als je elke week tegenover Danny Blind zit. Ik moet even denken aan die knakker die... die de NOS-items doet over het Nederlands elftal. Bert Maalderink. Jeroen Stekelenburg. Ja. Die knakker. Maalderink. En die zit dan altijd bij zo'n toernooi tegenover Danny Blind. En ik heb nou nooit het idee als ik Bert Maalderink zie of hoor... die heeft het hoogste bereikt wat er te halen valt. Nee. Dus mijn antwoord zou eigenlijk met een hele lange aanloop nee zijn. Maar wie zou je willen interviewen? Voor iemand die juist nooit mensen interviewt? In de voetballerij dan, zeg maar. Dat moet ik even over nadenken. Ik zou sowieso een 1-op-1 interview, denk ik dat er heel weinig mensen echt direct iets zeggen. Maar bijvoorbeeld nu, ik weet niet zeker wat hij nu aan het doen is, maar bijvoorbeeld nu een week Louis van Gaal volgen, dat zou ik heel graag willen lezen. Veel liever dan een 1-op-1 met Danny Blind. Ja. Aad de Mos zou ik heel graag lang willen volgen, maar dat is ook een beetje uit cult of campwaarde, want dan ga je het natuurlijk meemaken. Die zegt altijd als hij in de aandacht komt, zegt hij wel weer iets debiels. En die had laatst ook zijn conclusie na de... ik weet niet of dat hier al ter sprake is gekomen, maar na de wintertransfers in Nederland. Hè, allerlei late huur en allerlei toestanden op de valreep. Toen was zijn conclusie ook, ik ken heel weinig spelers. Dus dat betekent dat de Nederlandse clubs in paniek zijn. Anders zou die ze wel kennen. Dat vond ik ook zo'n mooie manier om de wereld te zien. Dat is echt een topuitspraak. Ja. En niet dat hij dan denkt, ik ken heel weinig spelers. Oh, ik zit er misschien niet meer helemaal in. Nee. Daar zou ik nog bijvoorbeeld een reportage over Aad de Mos zou ik heel graag willen doen. Ja. 1-op-1 met Danny Blind. Ik denk niet dat daar veel te halen valt. En als dat te halen valt, niet door mij. Nee, oké. Okay. Ja, Johan Cruijff. Ik zit achter Johan Cruijff. Ja, dat is een beetje lastig interviewen. Maar Louis van Gaal, ben ik wel benieuwd wat hij nu tegenwoordig doet. En of hij überhaupt nog iets doet. Hij was zondag bij ADO Feyenoord, hè? Ja, ik zag hem tribune zitten, ja. Okay. Maar hij zag er vrolijk uit. Hij was aan het lachen en Wat ik denk, wat het tofste is als journalist of presentator of interviewer, is dat je een stukje televisie maakt, wat ook jaren later nog steeds onthouden wordt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Van Nistelrooy bij Holland Sport. Dat was fantastisch. Iedereen, ik zeg dat en jullie weten allemaal, dat is top. Ja. En dat is denk ik het hoogst haalbare. Dat je, ja, is dat, ja, ik ben, ja.
Ja, ja, maar het is ook natuurlijk wat voor journalistiek je bedrijft, weet je. Voor sommigen willen hard nieuws, weet je. Als jij het ontslag van iemand of, weet je, de scoop dat die daar trainer wordt of... Maar dat soort dingen blijven toch niet echt hangen, inderdaad. Het is meer mooie dingen die blijven hangen, vaak, denk ik toch. Ja. Wat Daan bedoelt. Ja, maar wat bijvoorbeeld bij mij blijft hangen, en dat was geen mooie journalistiek, waren altijd de interviews van Hans Krij met Louis van Gaal. Dat is waar. Maar dat is geen... Ja, dat was misschien tenen krommen, maar daarom dat je altijd... Het was niet het beste journalistenwerk, maar het was wel het leukste. Ja. Ja. En die ene keer dat hij ook gewoon zijn oortje uitdeed, Hans Krij, en dat hij gewoon doorging. Ja, dat was... Maar, hoe verzin je het ook? Gewoon dat je de bondscoach zo interviewt en gewoon zo hem aan blijft kijken. Ja, Hans heeft om diverse redenen een heleboel memorabele interviews. Ja. Toch? Ik denk het stukje met Gullit over Bosgaard. Gullit, ja. Dat was ook zo. Ik kan hier dood neervallen. Ja, dat moet je nooit zeggen. Ja, ik zeg het toch. Ja, dat talent heeft die jongen, denk ik. Ja. Man. Wat is voor jou het meest memorabele interview dat je tot nu toe hebt gedaan voor Fox? Ja, dat kan ik me eerlijk gezegd eigenlijk... Ik heb niet één memorabel moment of iets dergelijks. Nee? Nee. Nou, ik heb een interview met Ziyech gehad en dat was in zijn Twente-tijd. Volgens mij verloren ze toen met 4-1 thuis van Heerenveen. En dat was eigenlijk voor het eerst dat hij echt zei... Ja, ik ben er zo klaar mee hier, ik wil weg. En dat was toen ook wel een soort van nieuws. Dat was een van de laatste keren dat we nog Ziyech mochten interviewen, geloof ik. Maar bij Twente. Maar nee, voor de slechte teken eigenlijk misschien. Maar voor de rest eigenlijk nog niet echt, nee. Nee, er werd ook nog iemand gevraagd over je debuut, Feyenoord-Vitesse. Ik weet trouwens niet of je het debuut werd. Ja, dat was wel een soort van mijn debuut, ja, voor Fox. Dat was Feyenoord-Vitesse in de Kuip. Ja. Was het nou waar dat Twente heeft over Ziyech gesproken mee onderhandeld in de deal dat de Twente-supporters nu gratis naar de arena mogen? Ja, ik las dat gisteren, maar ik kan het bijna niet geloven. Ik snap er helemaal niks van. Dat, ja, dat denk ik ook niet. Maar ja, het zou wel betekenen dat ze Overmars weer flink tegen de muur hadden gezet. Nee, en helemaal niet. Van, weet je, we gaan ook gewoon proberen om de supporters daar gaan. Nee, man. Ja, nee, is goed, jongens. Dat, doen we. Hoeveel kost dat? Dat is gewoon toch... 1200 zijn het er keer. Ja, keer. Wat zou het je kosten? 200 euro? Zeg maar. Veel minder dan een PP? Uitvak. Nee, maar ik bedoel met vervoer, alles erop en aan, eten, drinken, zo'n dag uit. Nou, stel dat je 6000 euro kost. 50 euro dan PP. Ja, zoiets. Dat gewoon in die transfer. Het is niet dat er nog een extra... Maar wie zou met het idee gekomen zijn? Ja, iemand van Twente, denk ik. Ik denk dat ze gewoon zijn gaan proberen wat ze er allemaal uit konden krijgen. Wie doet de zaken van Ziyech? Mustafa Nakli, toch? Okay, nou, Jan, kan je even opzoeken? Mustafa, gaan we hem even bellen. Die heeft een laptop voor zich. Gaat sneller. Je hebt geen telefoon. Oh, ik ga mijn best voor je doen. Nee, maar dat ging over, want het gaat nu ook over Pelle. Die moest je toen interviewen. Ja, ja, klopt, ja. Maar nou, dat was wel... die was toen pisneidig, maar het haalde bijvoorbeeld niet... met Jan-Joos van Gangelen, met Pelle. Nee, die is iets meer blijven hangen van Pelle, inderdaad, ja. Met de UFD-feest of een Ajax, wat was dat? Ja, hier van Ajax-feest. Ja. Nog wel zoiets meegemaakt dat iemand ooit boos op je is geworden? Nee, dat was dus met dat debuut met Feyenoord-Vitesse. Dat was, dat was eigenlijk verschrikkelijk. Ja? Nou ja, ja. Nee, ja, Pelle was niet boos op mij, maar was gewoon heel boos. En ik was nog een beetje onervaren. Dus op een gegeven moment ik vroeg drie keer, hoe kwam dit nou? En daarna vroeg ik, ja, maar wat gebeurde er daarna? I don't know. Ja, I'm angry. I don't know. En toen was het een soort van stamelen en nou ja. Maar ja. En wat dacht je toen daarna? Toen dacht ik, kut. Maar ja, daar leer je wel van. Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Lijkt me ook Pelle. Ja, Pelle lijkt me ook niet zo'n... Nou, ik heb Pelle bij AZ meegemaakt, maar toen speelde hij dus niet... Dus ja, dus boeide het eigenlijk niet. En bij Feyenoord was hij natuurlijk de meneer. Ja. De grote meneer. En ja, dat over historische interviews met Jan-Joos van Gangelen tot op de dag van vandaag. Ja. Dat hij gewoon uit de niet zei... You have Ajax face. Hoe doe je support Ajax, hè? Ja, dat is... Ja, nee, classic. De Pelle was goed ingeburgerd in Rotterdam. Over Italianen gesproken. Oh, jij wilde wat zeggen. Ja, had jij dan het idee bij Pelle dat je daar meer uit had kunnen halen? Of dat je het achteraf... Oh ja, absoluut. Maar wat had je dan moeten vragen? Want als ik was dus onervaren. Dus ik had nog niet een soort van, hoe zeg je dat, standaard database van hoe je een gesprek ingaat. Nee, maar omdat je nu wel zegt absoluut. Misschien is er iets... Oh ja, en ik was nog heel beginnend. Ik had kunnen zeggen van, hoe sta je hier nu? Wat is je... Je kan altijd nog... Hoe sta je nu is eigenlijk gewoon synoniem voor hoe voel je. Hoe kijk je naar hoe jullie de goal weggaven? Of wat vond je van je eigen goal? Weet je, je kan altijd nog een keer... Meer benaderingen. Ja, en op een gegeven moment komt iemand dan wel... Praat je daar ook over met je broer bijvoorbeeld? Over ja, heel veel. Ja? Ja? Ja, ja. Nou ja, heel veel. Het is niet dat we het elke week over hebben. Maar als we eens een goed gesprek in de kroeg hebben, dan gaat het erover, ja. Was de podcast met Pastoor jou
tot nu toe hoogtepunt qua interviews. Je hebt deze week natuurlijk Alex Pastoor gesproken, 1,5 uur. Interviews, ja, ik heb geen idee. Ik weet niet, het was meer dat ik... Nou, dat je van tevoren... Voor mij hadden we... Nou, we hadden voor mij 1 uur gekregen. Daarvoor hebben we 25 minuten zitten wachten op de koffie van de persverlichter. Die koffie ging halen beneden. En dat ik op een gegeven moment... Daar zullen we maar beginnen. En dus ik zei tegen die persverlichter, zeg nou... Laat die koffie maar zitten. Nee, ik kom er nu aan. Dus moesten we weer wachten. Toen dacht ik, shit, nou, we hebben nog maar 1,5 uur. En uiteindelijk is het 1,5 uur geworden. Ja. Omdat ik dacht, ja, het begint nu hier gewoon donker te worden. We zaten in het kasteel. Maar het was een leuk gesprek. En het verbaasde... Ja, ik heb heel veel reacties gekregen. Maar mensen waren verbaasd over hoe hij was en zo. Dat had ik niet. Ik had niet het gevoel dat hij nieuwe dingen zei of zo. Ik vond het alleen fijn dat hij nu het beter kon uitleggen. Daar ben ik benieuwd naar. Kijk, ik vind het... In die zin, omdat ik ook wel wat meer gewend ben uit Amerika... wat trainers daar doen om tot bepaalde resultaten te komen. Niet bijzonder dat ze andere dingen gaan zoeken... zoals yoga of slapen tussen trainingen. Alleen zijn hele filosofie erachter. Ja, dat vind ik wel. Want voor degene die 1,5 uur niet hebben geluisterd... hoe ging het gesprek ongeveer? Kort samengevat? Ja, gewoon wat zijn visie is op trainerschap. Maar het ging ook bijvoorbeeld over dat hij zich bemoeit met zonnepanelen op het dak bij Sparta om... Had hij opgezocht. Ja, had hij zelf opgezocht en dat soort dingen. En over hoe hij steeds bij een kleine club probeert te kijken hoe ze zich kunnen verbeteren. Zonder dat ze daar heel veel geld voor in hoeven te investeren. En had het bijvoorbeeld over het transferbeleid. Dat vond ik heel interessant. Dat hij zei... Nou, in Nederland heb je een hele grote vijver... waar iedereen met een hengeltje in zit. Of wij met een heel klein hengeltje. Dan kunnen we daar best wel ingaan. Wat ik veel interessanter vind... in ons op zoek te gaan naar een heel klein vijvertje... waar wij als enige in zitten te gooien. Het ging bijvoorbeeld over een speler... die zij op stage hebben gehad uit de 3e divisie, zeg goed. Dennis Kaars. Mm-hmm. Ja, ja. En nou, toen zei hij, ja, die kan heel veel dingen niet... maar hij kan ook wel dingen wel. En toen ging het over raketjes en magnums. Dat je een elftal hebt die heel veel... Het moeten allemaal raketjes zijn. Maar je moet ook altijd 1 of 2 magnums hebben. En die even iets anders doen. Ja, ja, Riemer van der Velde had dat al. En dat zegt hij, nou, met dat Matthias Pogba bijvoorbeeld... maar ook een Dennis Kaars. Die zullen heel vaak dingen niet goed doen. Maar op een gegeven moment doen ze ook dingen wel goed. Waardoor mensen denken, oh, wat tof, hiervoor kom ik naar het stadion. Of dit brengt ons net die stap verder. En dat vind ik wel... Gewoon ja, tof dat iemand dan even de tijd neemt om dat goed uit te leggen. Ja, maar op een gegeven moment ging daarover en jij zei van ja, hartstikke goed bezig, slapen, yoga, weet ik het allemaal. Maar inmiddels wel gewoon 15e met evenveel punten als de nummer 16 en de nummer 17. En daar vond ik dan, daar ging hij niet echt op in. Nou, is de selectie van Sparta gelijkwaardig aan die van ADO en Roda nu? Nee, maar kijk, dat is het wel. Dat vond ik dus wel mooi. Toen hij daar kwam, speelde ze Jupiler League... en toen was het idee binnen 3 jaar terug naar de Eredivisie. Nou, dat is binnen 1 jaar gebeurd. Dus eigenlijk, ik zei toen tegen hem ook... voor jou is het proces natuurlijk super vervelend. Want jij hebt een 3-jaren plan waar je terug wil groeien... dat je de club aan de onderkant aan het opbouwen bent... en dan ben je binnen 1 jaar weer eigenlijk al bij het doel. En toen zei hij, ja, dat is heel stom om nu te zeggen... maar eigenlijk is dat wel zo. Dus... Ja, alles waar ze mee bezig zijn om te bouwen, zeiden ja, dat staat nu even in het niet. We moeten nu gewoon punten pakken. Het is dag lange termijn. Het gaat nu om korte termijn. En daar, hij zegt, daar word ik ook wel zo boos over dat mensen denken dat we alleen maar met lange termijn zeggen. We moeten ten koste van alles in de Eredivisie blijven. Maar dat was niet je vraag, hè? Sorry. Nee, doe een Alex Pastoortje nu. Hetzelfde wat Pastoor doet. Ja. Gewoon weg bij de vraag en heel, dat er niemand meer luistert. Jij was niet... Fef, wil je nog bier? Lekker, Jan. Nee, maar jij was niet zo... Ik vond Pastoor prettiger met de podcast dan op het tv-interview. Soms heb je dat. Want jij vindt hem niet zo prettig, hè? Nee, maar dat heb ik ook... Want ik dacht dat de kans groot was toen Stijn Spierings hier was... dat hij mee zou kijken of in ieder geval dingen mee zou krijgen. Maar ik moet zeggen, zonder dat ik hem ken, dat hij vrij onsympathiek overkomt. En dat heb ik wel een beetje afgenomen bij de podcast, maar niet volledig. Vind jij dat ook, Thomas? Ja, wel heel erg beste jongetje van de klas. Uitstraling heeft hij. En dat vind ik... vaak irritant. Ik vind wel dat die het soms wel echt goed hebben. Excelsior vond ik toen wel echt heel overtuigend. Want ik dacht steeds, die vliegen eruit en die kunnen niks. En die hadden toen best wel een aardige ploeg. Bij NEC uiteindelijk... dat is toch een beetje het eindoordeel. Maar steeds heb ik wel het idee...
ook toen bij AZ, ik weet de details daar niet meer van, maar ik vind hem niet vaak sympathiek overkomen. En heel erg... Ja, en dat staat los van, want ik kan wel zeggen dat hij een goede trainer is. Want ik denk maar dat hij dat tot nu toe wel bewezen heeft dat hij een redelijke trainer is. Maar bij AZ is hij... kijk, gepiepeld. Ik wil niet, wat zeg je? Gepiepeld. Ja, behoorlijk gepiepeld. Daar wilde hij ook niet te veel over zeggen. Nee, nou, maar, ja, laat ik het zo zeggen. Daar heeft hij wel wat over gezegd. Alleen, ik kan het wel weer daarover gaan hebben. Nee, ik heb niet geknipt. Maar wat ik ook al zei, dat is al 100... Nee, maar zo iemand gaat... Nou, iedereen die een beetje weet, die is dus behoorlijk genaaid volgens zichzelf door Ernie Stewart. Ja, in de hele zaak met Van Basten en dat soort dingen. Dus ja, dat is wel. En ja, hij gaat nooit zeggen, ik kreeg toen een sms'je en dit en dat. Dat is er gebeurd. Ik denk dat het wel een levensles voor hem is geweest hoe het bij grotere clubs werkt. Ja, ik denk, als je dus zo genaaid wordt, hè, dan heb je dus de kans is heel klein dat je nog te maken krijgt in je leven met die mensen. Of in ieder geval moet samenwerken met ze. Waarom zou je het niet wel gewoon vertellen? Nou, ja, maar met wie moet hij samenwerken dan van die twee? Van welke? Marco van Basten en Ernie Stewart. Stewart zit in Amerika. Ja, maar toch niet meer. Dus daarom kan hij dus wel gewoon vertellen hoe die genaaid is. Ja. Ik zou dat juist doen. Dik advocaat heb donderdag in de persconferentie gezegd. Hij zegt, geef me je naam en je nummer tegen die journalist. Als ik zo meteen eruit word gegooid, dan vertel ik je de waarheid wel. Dat kan ik nu nog niet doen. Ja. Maar waar ging het over dan? Ja, dat ging erover. Dik was heel boos en uiteindelijk veranderde dat in een cynische lachpartij van hemzelf. Net met iedereen. De Turks pers stelt nogal trieste vragen bij zo'n uurtje. En uiteindelijk ging het, maar wat hem wel raakte was dat wordt nu geschreven elke dag dat hij zijn best niet doet, alleen ontslagen wil worden, niet opstapt, want hij gelooft er zelf niet meer in, maar hij wil gewoon die premie mee, want ja, dat hebben ze natuurlijk ook een beetje Google-werk gedaan van welke reputatie die heeft, en dat brengen ze nu gewoon als keihard nieuws en dat verder daar een beetje mee in zijn maag zit. Maar ja, hij zegt dat het totaal niet zo is, hij zegt alleen die ploeg is niet zo goed als jullie denken dat ze zijn, en daar heeft hij een punt. Er wordt ook gevraagd, wat vind jij nou de leukste trainer en minst leuke trainer? Ja, dat was wel grappig. Ik vind Pastoor een van de leukste. Ja, dat denk ik dus ook. Ja. We zijn goed ingedeeld qua tafels. Ja, niet zozeer. Qua mens kan ik niet heel goed beoordelen, omdat ik hem, daarvoor ken ik hem niet goed genoeg. Althans, maar ik ken hem wel een beetje, want ik heb ook veel analyse. Hij was daarvoor analist bij Fox. Dat hij heel leuk vond, hè? Ja, dat vond hij heel leuk. Toen hij trainer was van Sparta, deed hij Eredivisiewedstrijden als analist. En dat heb ik een paar keer met hem gedaan. Dat is echt superleuk. En ook heel interessant. En die onderwerpen die in de podcast voorbij kwamen, zijn toen ook al een beetje voorbij gekomen. En qua interviews, je weet nooit wat je aan hem hebt. Hij kan altijd weer met een gekke invalshoek komen. Dus je moet heel scherp zijn. Er zijn heel veel trainers waarbij je gewoon weet wat je krijgt, zeg maar. En bij Pastoor dan. Ja, ik vind het juist wel leuk om hem te interviewen. Wie is de meest saaie? Precies wat je zegt, dat je weet, oké, die heeft zijn mediatraining keurig alle klasjes netjes gevolgd en met een 10 afgesloten. Dus als je A zegt, dan zegt hij altijd B. Ik ben benieuwd naar jou. Ik denk Gio. Wat denk jij? Ik vind Gio een fantastisch mens, zeg maar. Maar qua antwoorden komt er weinig uit. Ik heb hem nog nooit betrapt dat hij iets zinnigs heeft gezegd. Het is alleen maar gewoon luchtfietsen en hij geeft antwoord netjes. Maar ik heb nog nooit iets zinnigs gezegd op inhoudelijk over voetbal. Trouwens, over Kuiten vond ik het laatst wel... daar ging hij nog wel... daar vond ik hem wel sterk overkomen, zeg maar. Inderdaad. Dat is ook, het is een beetje degene waar je heel lang mee samen hebt gevoetbald, die het je nu een beetje moeilijk probeert te maken, terwijl je iets aan het presteren bent. Ja, ik begrijp dat niet zo goed van Dirk, maar dat was inderdaad... En daar moet hij ook al vasthouden, hoop ik dat hij dat doet tot het eind van het seizoen. Ja. Maar jij Cocu ook, of niet? Een beetje saai, hè? Dat heb ik ook. Die zegt nooit iets opvallends. Laat zich nooit uit de tent lokken. Vandaag heeft hij dan gezegd dat hij draagt. Vandaag wel een beetje. Ja, over de toekomstig KNVB-directeur. Wat is die tegenwoordig? Nou, hij is... hoe dat officieel zit, weet ik niet zo goed. Ja. Hij is beoogd algemeen directeur. Ja. Maar goed, die heeft dus geroepen... ik ben een PSV-man, maar ik hoop dat Feyenoord kampioen wordt. Eigenlijk wat Jordi Amali hier zei aan tafel. Ik ben een Ajax-man, maar ik gun het Feyenoord de titel. Niet elke show te herhalen. Dat ga ik echt serieus... Ik kan er serieus echt niet bij. En er zit nu iemand naast je die gewoon zegt... Ja, ik snap het eigenlijk wel. Ja, dat heb ik inderdaad gezegd. Dat kan toch niet? Ik weet niet voor wie jij bent, maar dat hoef je ook niet te weten. Maar dit is die Ajax, man. Die man praat niet met mensen als Ajax verliest. Ik snap het ook wel. Het is toch schitterend dat Feyenoord weer een keer kampioen dreigt. Maar als je diehard Ajax-fan bent... Ja. Ja, je kan ook niet uitspreken en nooit voor iemand zijn. En dat is ook makkelijk. Nee, maar goed, de rivaliteit Ajax-Feyenoord drijft toch op dat de anderen ook wel eens succesvol zijn. Hoezo moet dat? Dat vind ik wel. Dat is toch de mooiste rivaliteit. Ik vind het mooiste nog steeds, daar hadden we het ook vorige keer over, van een beetje een herhaling, op Old Trafford nog steeds. Dat teken van Liverpool. Hè, hoeveel jaar te geleden is dat zij kampioen zijn geworden. Dat je daar elke keer je rivaal mee blijft steken.
Ja, dat kan ook wel prima, maar... Oké, leg mij dan een eiken en dan ga ik het... Als je hier dit goed uitlegt, ga ik het beloven de komende weken niet over te hebben. Ik geef geen uitleg, nee. Ajax Feyenoord. Ajax Feyenoord, oké. Vorige week maar terugkijken. Ajax Feyenoord, hoe kan jij dan... Gun jij dan Fener nu de titel in Turkije? Nee. Dan gaan ze de beste soort kampioen, dus dat is makkelijk. Ja, maar Besiktas of Fener? Besiktas. Daar binnen, als het om drie partijen gaat, dan heb je toch altijd wel een voorkeur voor één. Nee, ja, maar jouw partij valt dus weg. Die gaan dit jaar weer niet kampioen worden, Galla. Weet je helemaal niet. Die gaan dit jaar weer geen kampioen worden. Punten. Maar die worden het niet. En dan maakt dan, dus, ja, dan zeg jij dus in Nederland, zeg jij, ik kies voor de grote rivaal. Ja. Zeker als dat in het geval dat ze 20 jaar al niet hebben gehad. Ja, dat zal wel aan mij liggen. Ja, sowieso. Ik krijg trouwens op je Twitter echt hilarische dingen. We zijn helemaal vergeten, Mark Overmars... bij de tafel van Kees over een historisch interview gesproken... dat hij niet op de naam kon komen van de spits die hij wilde kopen. Cadeaus over. Dat hij ook tegen Kees zei... Ja, hoe heet die spits ook alweer? Ja, maar hij kwam van de week voorbij in de samenvatting van Europa League. Je moet eigenlijk, als je cadeaus nog een keer voorbij ziet komen... moet je altijd daaraan denken. Hulde voor Pascal Kamperman. Mark de Vries, die in huilen uitbarstte dat hij gewoon wilde voetballen. Oeh, ja. Vond ik heel mooi. Had hij die brief net gekregen? Die voetbalclubs moeten nog steeds die klassieke brief sturen, toch? Dat ze je contract niet gaan verlengen. Ja, dus voor 1 april moet je je opzeggen. Anders, En die had hij toen op de mat gevonden. En die hij scoorde en na de wedstrijd moest hij... Oh, dat is echt Ronald de Boer. Grasshoppers. Grasshoppers Ajax, dat hij moest huilen. Ja, toen ging het slecht met Ajax, toch? Heeft hij ook gedaan bij Oranje, nadat ze uit hadden verloren bij de Turkije. Ja, dat staat bij jou, hoor. Jij dan weer. Ja. We pakken die Turken wel in Nederland. Dat waren zijn legendarische woorden voordat hij wegging. En Louis van Gaal, Ted Verleeuwen natuurlijk. Louis van Gaal? Ben jij nou zo dom? Oh ja. Oh, dat was Ted van Leeuwen. Ben jij nou zo dom? Ja. Ted van Leeuwen trouwens, het was niet echt voetbal gereden. Ja, het was wel met Poont. Dat is het enige goede wat die gasten gedaan hebben. Dat is misschien wel het beste interview. Die gozer, elke keer als ik hem zie, hij presteert nog bij RTL 4 voor mij. Of is dat zo? Ja, die jongen zie ik. Daan Naber? Geen idee, maar dat was, iemand gaf ze eindelijk terug van wat ze zelf doen. En hij kon het eigenlijk vergeten. Jij kent het technisch directeur van Vitesse. En toen was Jordania daar. En hoe is dat daar om daar te werken? En toen zei hij iets van... Ik pak een faxje uit het faxapparaat en ik drink wat koffie. En kijk elke ochtend of er een bom onder mijn auto zit. En toen zei hij, die gast die me interviewde... Ja, kan je niet serieus doen? En zei dit zijn toch de antwoorden die je wil horen? Ja, dat is heel fraai. Ja, even kijken of het nog meer... Harry Brents met Willem van Hanegem, prima. Oh ja. Sjaak Polak. Nou, dat is ook wel... Patrick Kluivert, zeker bij Holland Sport. Dat Wilfred de Jonge... Pijnlijk, dat was meer... Beste, nee. Nee, dat was pijnlijk. Hoezo was het pijnlijk? Nou, hij had geen woorden. Nee. En dan loopt een interview niet lekker. Je weet dat je daar gaat zitten met zo'n pittige kwestie en dan... Toch. Maar hij werd er toen toch ook een beetje ingeluist? Ja, want het ging erover en toen opeens kwam het van... Ja, maar ik ken... In ieder geval verrast, ja. Ja. Ja, Matthijs van Nieuwkerk, dat wordt hier ook gezegd... die probeert hem echt te sparen nog, hè? Die probeert een paar keer linksaf te gaan. Maar nee, dat ging wel door. Trouwens, we hebben het vorige week over gehad... en ik heb het ook niet gezien, maar de mensen willen nog weten... de analyses van Diederik Smit. Deze week gezien? Ja, ik heb ze gezien. Hij deed... woensdag deed hij Theo Rijtsma na. Ging die commentaar leveren op het commentaar van Leo Oldenburger. Met de stem van Theo Rijtsma. En de dag daarvoor, ik weet niet meer wat precies de term was... maar het ging over financiële tactiek. Dus City moest de bal spelen naar een speler die meer waard was... dan de speler die op dat moment de bal had. En daar moest hij ook de keuzes in maken. Okay. Nou, ontzettend leuk. Kijk jij het of niet? Nee. Kijk je überhaupt praatprogramma's over voetbal of analyse? Zeker, maar dit ken ik geheel niet. Nee. Dus bij de Champions League op SBS hebben ze nu Diederik Smit van De Speld onder andere. Ja, ik weet wel wie hij is. En kennelijk heb ik daar net langs gekeken. Of ik heb wedstrijden wel gezien, maar rust weggezept. Dus, ik vind het wel een item dat Jan na vertelt wat Diederik vertelde. Bij de... Ja. Elke week doen, lijkt me leuk. Ik vond het helemaal leuk. Ik vond het wel leuk. Ja. Nou, er komen nog 100 dingen binnen. We moeten ook even hebben natuurlijk over het nieuws van gisteren. Claudio Ranieri. Oh. Ja, ik vind het zo jammer. En nou, niet per se zielig, want je hoeft geen medelijden te hebben. Maar ik vind het wel... Wat vind jij, Thomas? Jammer. Ik vind het wel meer dan jammer. Ik vind het wel tegen schandalig aanzitten. Ik zat er nog over na te denken. Ik ben 26. Nou, laat ik zeggen, ik kijk 20 jaar
actief voetbal of 15. En volgens mij heeft niemand, ik zat nog te denken aan Otto Rehagel met Griekenland, maar niemand verder iets unieks gepresteerd heb ik ooit gezien als Ranieri nu met Leicester. En dat hij dan niet één heel jaar krijgt om dat in stand te houden of één jaar om nog te presteren, vind ik echt wel heel, heel triest. En ik las vandaag wel, dat verandert het misschien lichtelijk, dat er ook heel veel protest was binnen de ploeg over zijn tactische keuzes. En dat hij heel vaak een opstelling vlak van tevoren nog omgooide en zo, dat weet ik natuurlijk niet. Dat maakt het voor mij erger. Vind je dat die spelers, die gewoon fucking nobodies waren tot een jaar geleden, nu gaan zeggen van dat we zijn praatjes zat, of we kunnen ons niet motiveren door hem. Ik vind dat eigenlijk veel erger dan dat het, weet je, als die, wat is dat, een Tyson man geloof ik, die eigenaar, als die in de waan van de dag, weet je, die weinig ervaring in de sport hebt en iedereen zegt, hey, je moet eruit gooien, anders ga je degraderen, is je club niks meer waard, dat die zo'n beslissing neemt, oké, maar dat die spelersgroep met allemaal spelers waar de meesten nog niet eens van gehoord hadden tot een jaar geleden, dan nu gaan zeggen, we hebben geen vertrouwen meer in deze man, ja. Ja. Het maakt het sprookje over 20 jaar ook veel minder mooi. Want ze gingen daarna de Champions League in het jaar daarna, want dat was de mooie prijs. Alleen toen ontsloegen ze die wondertrainer. Dat deden ze niet eens slecht, de Champions League, maar verder alles totaal ingestort. Champions League heeft het toch heel goed gedaan. Ze hebben ze toch nog kansen? Ja, 2-1. 2-1 is een goede uitgangspositie. Dat zal je net zien, die nieuwe trainer die wint die ronde dan. Dat is het gekke, ik heb dat nieuws wel. Maar wie is zo'n assistent nu? Interim iets? Ik mag hopen dat de assistent solidair met hem is, maar er zal wel misschien nog interim iemand van tevoren. Ja, maar er werden allerlei namen genoemd. Maar kijk, weet je, het is het grootste sprookje. Maar wat ik gewoon echt mooi aan hem vind, is gewoon hoe hij is. En hoe die man zich uit in de media, hoe die langs de kant staat. Het is zo in alles zo'n gentleman. Ja. Dat vind ik zo mooi om te zien. Want daar had ik het ook met Pastoor over. Weet je, Pastoor, ik kan het vragen aan de mensen in de chat, alsjeblieft. Als je beelden hebt van een jonge Pastoor als trainer. Hij zei dat hij was erger dan Conte en, weet je van Atletico? Simeone bij elkaar. Ja. Nou, dat lijkt me best historisch materiaal als iemand dat vindt. Ja. Dus, en tegenwoordig heeft hij er helemaal niks meer mee met dat soort dingen. Dat is een grote verandering. Maar in Engeland heb je natuurlijk echt in de top zoveel trainers die zo over de top bezig zijn. Als je een Klopp hebt, je hebt een Mourinho, je hebt een Conte. Weet je, die Guardiola, die, weet je. En dan staat hij alleen maar, in ieder geval hoe ik Ranieri ken, staat zo. Hij was de lieve opa die iedereen toewenst. Maar ik vind dat gewoon mooi. Dat heeft niks met prestaties te maken. Dat is natuurlijk een toegevoegde waar. Maar gewoon hoe hij zich uit en hoe netjes die is, ja. Ja. Maar ja, dus ook de lieve opa die nu wordt uitgekotst. Schijnbaar door de spelers. Maar ik las gisteren iets dat supporters heel erg in opstand waren gekomen. Of is dat overdreven? Weten jullie dat? Ja, en dan zoiets terug te draaien. Dat is altijd wel lastig. Die man die hem ontslagen heeft, die zit waarschijnlijk weer in Thailand. Dat is toch die man die altijd met zijn helikopter op de middenstip... die is waarschijnlijk weer vertrokken. En leuk dat iedereen in opstand is gekomen. Ja, Mourinho is vandaag ontpopt tot de grootste beste vriend. Zo! Dat kon niet op. Er bleef een Instagram-post uit met de initialen de Persco gedaan. Ja. Ja. Gary Lineker ook, hè? Ja, Lineker ook, inderdaad. Ah, wel mooi. Ja, dat was natuurlijk... dat is ook mooi. Kijk, maar laten ze nu ook maar degraderen dan. Prima. Ja, ik heb nu ook niks meer mee met... Ik ben met je eens. Ik heb niks meer met die ploeg. Het was het verhaal van Ranieri met... Nou, wat jij net zei, de jongens die... niemand kende ze. En dat opeens waren ze daar. De Vardy's, de Maresse, de Kantees. Nu, wat boeit het ook? Het was het chemie van... Zeker, als het van die spelersgroep waar is, dan is het prima straf voor iedereen die daar nog betrokken is, behalve hij, denk ik. Ja, misschien het mooiste, als we dan terugkijken op zijn carrière, is dat ze stonden natuurlijk al, wat was het, op een gegeven moment 15 weken bovenaan. Want toen, dat hebben ze niet meer weggegeven, Leicester. Maar dat iedereen het over de titel en het zei... We're going to play Champions League. Ja. Ja. Champions League with Leicester. Ja. Prachtig. Goed, wat ook mooi was, in ieder geval, is de 42-jarige keeper die ontslagen is deze week. Van Sutton United. Sutton United? Ja, ik denk... Nee. Jij dacht dat het Lars was? Ik maak hem gewoon voor je, hoor. Dat vind ik helemaal niet erg. Nee, ik dacht dat het een 5-shot challenge was, maar dat kon helemaal niet. Met wie? Ja, met die keeper, nee. Je weet dat de man waar je over praat nu een uitvaart heeft, hè? Ja, daarom. Ik moet hem toch een beetje laten lachen. Het gaat even... Thomas zit je aan te kijken. Die kijkt niet elk programma dat wij maken. Ja, dat kan toch niet? Ik dacht dat iedereen alles keek van ons. De 5-shot challenge is met Lars van de Jubilee League overzicht. En hij dacht, toen hij die man zag, dat het Lars was. Okay. Heel flauw onder ons. Ja. Hoe erg heeft hij zijn zakken gevuld?
Ja, ik mag hopen, heel erg. Hij verdiende 500 pond per week, las ik. Ja, het is zo... Als tweede keeper van Sutton. Maar ik heb een beetje moeite met hoe vaak dat tegenwoordig is. Dat je denkt van, oh, wat leuk. En dan een half uur later, het is opgezet plannetje. Wanneer ging er een belletje rinkelen van, hey... Niet eerlijk gezegd, want het was wel geloofwaardig dat hij een pastijtje ging eten in de rust. Op zich wel, ja. Op zich niet heel gek. Maar het was natuurlijk wel gek dat hij stond een biertje te drinken. Ja, die zag ik op Twitter al voorbij komen, dat hij in de rust in de bar stond, ja. Maar ik vind echt, voor iedereen die geld in dat soort zaken stopt, dus ik vind dat de meest kloterige manier. Dat je iets denkt, weet je, dat het nep is. Probeer viral te gaan met een grappig moment of wat. En dan al een dag later is van, ja, dat was een reclamecampagne van de Sun. Ook nog eens de Sun, wat het natuurlijk niet lekker doet in het Engels voetbal. Dus ja, al met al domme actie, jammer. Van? Dat die gozer was gewoon van zichzelf toch al grappig. Van de Sun. Oh ja, van de Sun, ja. Ik ben echt benieuwd wat die gozer ervoor heeft gekregen namelijk. Sowieso te weinig. Hij zag eruit alsof hij het niet goed had dichtgetimmerd. Ja? Ja, dat ben ik of het oprecht was of niet, ik vond het wel echt prachtig dat hij de reservebank aan het stofzuigen was. Daar lag een stukje kunstgras. Dat was iets. Wat? De reservebank van Arsenal, die was hij aan het stofzuigen. Ja, maar dat was een stofzuigermerk gesponsord door de Sun. Ja. Dat is echt zo. Ja? Ja. Ja. Nee. Tenminste, dat stond in de column van Sjoerd Mansour, dan zal het wel waar zijn. Niks is meer leuk dan. De laatste profvoetballer die ik met een stofzuiger heb gezien is... Oh ja, dat was... Nee, Freddy Adu. Het wondertalent die 38 clubs had gehad. En op een gegeven moment werkte hij voor een stofzuigerfabrikant. Toen had hij geen club. Overigens, begin van het jaar afgetest weer bij een MLS-ploeg. Ja, klopt. Ja. Colorado, waarom geloof ik? Colorado. Hij kon echt wat. Maar de nieuwe Pelé, hè? Wat zeg je? De nieuwe Pelé. 14 jaar. Waar is hij eigenlijk? Hij is dus Amerika afgetest. Maar hij heeft wel echt een Fika. Keurig cv'tje inmiddels. Die ga ik even bij. Ja. Waar ik eigenlijk toen het zeg maar allemaal gebeurde nooit aan gedacht, maar later dat vernam, dat op die leeftijd was hij het uithangbord van Nike, waardoor hij zoveel uren niet op het veld kon staan. 14 was hij. Dat hij zeg maar een gigantisch gebrek aan trainen is gaan krijgen op een gegeven moment. Bij het grootste sportsmanagementbureau ter wereld zat hij toen al. Beste deal toch ook ooit? IMG. En hij staat hier ook op Wikipedia. IMG Soccer Academy. Dan DC United, Real Salt Lake, Benfica, Monaco, Rize. Belenenses, Aris, Rizespor, Philadelphia Union, Bahia, Jagodina, Kupia, Kuvu 98, Tampa Bay. Joh, die kent ook alle clubs. Ja, joh, nee, maar dat is echt bizar. mooi wereldreisje gemaakt. In Turkije deed hij het echt niet slecht. Nee? Alleen, volgens mij was dat een huurdeal of zo. En dat is dan altijd zonde. Als je dan eindelijk toch eens ergens de smaak pakt, blijf het dan ook maar gewoon. Hij zat daar bij de Zwarte Zee, er was niks te doen, zeg maar. En volgens mij heeft hij daar nog een goaltje of 4-5 gemaakt. Drie. Ja. Volgens Wikipedia. Maar hij heeft dit jaar dus weer geteld. Ja. Maar dit zijn... Ja. Maar dat komt er nooit meer, hoor. Ja, maar we hadden toevallig, toen ik Milan en Thomas de studio liet zien... We hebben vandaag een shirt gekregen van Saviola. Ik zag hem liggen, ja. Ja. En toen ging ik Broes, die helaas nu die is op vakantie, wintersport... Maar die ging ik hem voor mijn gevoel uitleggen. Dat voor mij, we hebben het over Messi, die kwam daar altijd... Maar dat Saviola, ja, eigenlijk de mythe rond hem was net zo groot als toen Messi doorbrak. Zeg maar bij Barcelona. Dat kwam door voetbalmanager. Messi? Championship manager. Nee, Saviola. Saviola was bij River. En als je die kocht, die scoort er 60 in. Hij is 70 miljoen gulden. Ja. Transfersom. Ja. Oh, ja. Thomas, was jij niet een Championship Manager fan? Volgens mij heb ik een artikel van jou gelezen in een magazine... waar jij het over Championship Manager had. Ja, is dat voor jou? Ja, staat hier. Ja, daar was ik zo blij mee. Dat de schrijver gewoon even dat aanhaalde, hoe geweldig. Ja, wat grappig. Dat is niet zo lang geleden. 2 of 3 maanden geleden in Hartgas. Over Championship Manager? Over Championship Manager. En dan vooral 0-3-0-4. En ook 0-1-0-2. Maar goed, dat is... 0-1-0-2. Ja, iedereen heeft spraakje. Vooral over de oerversies in ieder geval. Dus niet over voetbalmanager. Maar dat, ik was ook Championship Manager. Ja, nee, ik heb daar echt honderden, duizenden uren ik wilde zeggen aan verspild. Die statistiek wil je niet zien. Aan opgeofferd. Ja, dat is gek, hè, want daar zitten zoveel uren in, maar het voelt toch niet als verspild. Terwijl zeker niet. Met alle dingen die je misschien hebt gedaan wat niet nodig was. Dat je denkt, zonde van mijn tijd geweest. Maar nee, ik heb dat ook niet, dat het als verspild voelt.
ik moest er deze week of vandaag aan denken. Want ik zag bij FC Afkikken dat artikel over die trainer, die laptopmanagers. Jacobs. Hè? Ja, Robert Jaap, die van de KNVB wil meer trainers aannemen die ook gewoon goed in statistieken zijn en daarop een team kunnen managen. Ik dacht, nou, ik heb wel een aardig cv'tje opgebouwd eigenlijk. Ik kan me misschien wel aanmelden. Nooit naar aanleiding van mijn prestaties op de computer, dat vond ik zelf zo goed, heb ik een fax gestuurd naar East Stirlingshire in Schotland. Die waren op zoek naar een trainer. Deze man heeft echt geen schaamte, Jan. Nee, wat is dit, man? En wat heb je toen gestuurd? Gewoon, ik had... Het was net... Hi, I'm Jordi Jamali. Ja, ik had mijn cv op en mijn prestaties binnen Championship Manager. En een mooi voetballetje van dat Word Art wat je vroeger in Word had. En die heb ik gewoon gefaxt naartoe. En eigenlijk, het was... Er was nog geen Twitter en zo, anders was ik misschien destijds wel opgemerkt. Maar... Nee, niks. Maar is die fax aangekomen? Ja, dan krijg je bevestiging op de fax, ja. Fax. En daarna, schandalig dat ze niks even hebben laten horen. Ja, nee, ik ben ze altijd trouw gebleven. Dat vond ik de laagste Schotse divisie, dat was wel altijd mijn challenge. Maar zou dat nu... Kijk, want dat is die hele discussie, hè? Want op zich, wat ik las, dat de toegangseisen nog steeds heel erg hoog liggen. En het kost je sowieso klauwen met geld om coachbetaald voetbal binnen te halen. Maar denk je dat dit nu het Nederlands trainerslandschap beter gaat maken? Ik denk dat het beeld moet even... Misschien is dat wel gewoon fout bij de beleidsmakers, maar die laptoptrainers, het is niet feitelijk zo dat, zoals wij hier allemaal championship managers spelen, dat de basis is. Die mensen zijn vaak al vanaf heel jongs af aan jeugdtrainer, zijn daarmee opgegroeid. En die hebben gewoon een andere kijk, zeg maar. Volgens mij is het enige verschil dat ze geen profvoetballer zijn geweest. Het is niet zo dat ze thuis gewoon achter de computer het leuk vinden om tactieken te maken. Nee. Dat is het niet. Dus op zich, nou ja, dat er wat breder wordt gekeken, denk ik wel een verstandige keuze, toch? Kan wel verfrissend zijn, toch? Ja, ik denk... Lijkt mij. Tuurlijk. Ja, dat kan in ieder geval geen kwaad, denk ik. Nee. Of tenminste, zijn er mensen die ja, Rob Jacobs vindt het dus kwaad kunnen, maar er zijn... Ja, dat die mensen in actie moeten komen tegen de opkomst van dit soort mensen, ja. Heb jij het gelezen of niet? Nee. Nou ja, hij zei dus dat het belachelijk is dat... dus dat die cursus nu helemaal open is voor mensen zonder ervaring. En dat Frank de Boers en Philippe Cocu en Giovanni van Bronckhorst dit belachelijk zullen vinden. En dat het alleen maar voorbehouden is aan mensen die echt gevoetbald hebben. En er zaten wel een paar pareltjes bij van Rob Jacobs. Wist niet trouwens dat hij columnist was bij het AD. Nou ja, maar kijk alleen... Ja, dit zie je natuurlijk ook oeverloos besproken, hoor. Maar kijk alleen naar Duitsland natuurlijk met Tuchel en Nagelsmann. En ja, die zijn super succesvol. Ja. Ja. Het ging dus over dat de toegang, zeg maar, dat er meer ruimte komt voor laptoptrainers, relatief jonge trainers, die niet per se een grote carrière als profvoetballer hebben gehad, maar die met hun wetenschappelijke benadering van de sport voor nieuwe inzichten kunnen zorgen. Het is toch ongelooflijk. Hoe moeten gerespecteerde mensen met een voetbalachtergrond hier naar kijken? Daarmee bedoel ik de Frank de Boeren, de Giovanni van Bronckhorsten en Dennis Bergkampen van deze wereld. Die barsten toch in lachen uit als ze zoiets lezen. Ervaring als speler en werkervaring binnen het trainersvak, het is ineens niet zo belangrijk meer. Nou, dat laatste is dus niet waar. Want je kan niet zonder ervaring binnen het trainersvak je de toelating krijgen tot coach betaald voetbal. Maar het is... Maar ook degene die het opschrijft, als in de wetenschappelijke benadering ervan, dat valt toch ook wel mee? Het is toch niet... Maar de laatste zin vind ik ook gewoon mooi. Er zit maar één ding op. De trainers moeten, gesteund door de VVON, dus de vakbond voor trainers, gezamenlijk in opstand komen tegen deze nieuwe opzet. Anders blijft er van het Nederlands voetbal straks echt helemaal niets meer over. Revolutie moet er komen, of opstand, hè? Dat is duidelijk. Dat is toch ongelooflijk. Ik denk dat juist een... Nou, niet om weerpastoor, maar dat je gebaat bent om je horizon te verbreden, om tot nieuwe inzichten te komen, om verder te komen. Dat als je steeds hetzelfde blijft doen wat er gedaan wordt, dan kom je niet verder. Volgens mij zijn we het alle vier heel erg ook eens daarover. Ja. Maar dan kan je het nog over hoe hebben. Hoe is dat in basketbal, in de NBA? Een paar trainers die... Daar heb je al bij de Miami Heat, waar LeBron James toen 2 keer kampioen is geworden. Daar had je op een gegeven moment Erik Spoelstra. En die heeft voor mijzelf nooit een bal van de 3-puntlijn erin geschoten. Maar die was eerst videotrainer. En die werd gewoon gepromoveerd binnen de organisatie. Omdat het werd opgemerkt dat hij tactisch dusdanig slim was en verstandig. En ja, die heeft het dus wel geschopt tot een kampioenschap. Wel met LeBron, maar... Ja, en Popovic volgens mij dito. Heeft Popovic getraind? Volgens mij is het ook gewoon een betere trainer, dat zou wel mooi zijn. Ja, de beste trainer
ooit in de league. Volgens mij is het ook geen prof geweest. Nee. En dat is gewoon puur iemand die wel weet te motiveren. En met motivatie een people manager. Als je dan het team aan boord kan krijgen, zie ik ook met voetbal geen reden waarom iemand niet voor jou door het vuur zou gaan en niet naar jouw tactiek zou luisteren. Eens. Ja, nee, ja. Oké, okay, we zijn het allemaal met elkaar eens. Oh, leuke vraag. Is Hans Solo een bekende van jou of zo? Wie? Er gaan alleen maar vragen van Hans Solo richting jou. Maar wie is Hans Solo dan? Ja, Hans Solo. Maar jij zei dat hij altijd kijkt. Ja, hij kijkt altijd. Maar hij is nooit... Nee, ik ken hem niet. Maar okay. het is niet dat hij altijd zo gericht vragen stelt. Want hij vindt nu hoe Fox het doet op social media. Oh, nou, ik... En dat is leuk. Want jij hebt gisteren... Ja, ik heb gisteren voor het eerst in mijn leven gevlogd. Ja. Ik was er altijd een beetje sceptisch in. Of dat ben misschien ook nog wel, hoor. Maar het was mij gevraagd, omdat ik was in Lyon... en dan Fox wil iets meer achter de schermen ook meegeven aan de kijker. En dus ik heb een paar filmpjes gemaakt in het stadion en buiten het stadion. En hoe vond je dat? Nou, prima, leuk. Ja? Ja. Ja, en ik heb een... Nee, ik voel het zeker wennen. Ja. Maar eigenlijk is dat heel raar, want ik ben dan wel gewend om zo te staan voor een camera. Ja. En ik word dan ongemakkelijk als ik mezelf ga filmen, wat eigenlijk helemaal nergens op slaat. Het viel wel mee. En ik snap ook heus wel dat de moderne tijd is en dat mensen het interessant vinden. Vraag me dus af hoe lang dat nog goed gaat, zeg maar, dat... De starters van de vlogs, hoe lang die nog vlogs blijft maken, nu het zeg maar heel erg iedereen op tv gaat doen, zeg maar. Ja. Dat is meestal wel een teken van wie het begonnen zijn, dan zeg maar langzaamaan gaan stoppen. Ja, maar het voelt gisteren heel gek, want ik sta dan in het stadion. Volgens mij mag het niet eens van de UEFA, geloof ik. Maar dat is. Vraag maar aan Tom Eggers, toch? Ja, oh ja, precies. Ja. Skype call met die de ruimte uitgestuurd. Ik deed ook een beetje, ze kijken of er niemand keek. Maar een half uur later ga ik dan gewoon voor een gewone camera ook het nieuws vertellen, zeg maar. Dus dat voelt dan, ja. Maar blijkbaar is daar echt een markt voor Instagram en om dat dan te posten. Maar hoe kan de veruit jongste verslaggever, ja, presentator van Fox het minste hebben met social media? Ik had laatst ook een discussie op de redactie dat ik zie het. Of nee, ik ben wel, ik zie echt oude ziel, een oude ziel, oude ziel in een jong lijf. Of je zegt dat tegen jou, ja. Een oude ziel in een jong lijf, ja. Ja. Nee, ja, ik twitter ook niet echt. Ik heb wel Twitter en ik zie alles, maar ik post zelf eigenlijk nooit echt wat. Ja. Ja, ik denk dan, wie zit er nou op te wachten? Ja, Jordi. Nou, ik bijvoorbeeld. Ja, nou ja, als mensen daar heel erg gesproken zitten te wachten, wil ik dat best doen. En ik twitter af en toe wel eens iets als ik iets zie waar ik zeker van weet dat ik de eerste ben. Of dat iemand dat nog niet wil weten, dan doe ik dat wel eens. Maar voor de rest, ja. En andere privé dingen, Snapchat, Instagram? Snapchat weet ik niet hoe het werkt. Ik heb het wel geïnstalleerd, maar het is me nog niet gelukt. Instagram heb ik wel. Maar daar post ik eigenlijk ook nooit zelf iets op. Nee. Filmers? Hey. Ja, moet ik ze ook weer allemaal gaan... Snapchat zit ik precies op jouw lijn. Wel geïnstalleerd, maar ik begrijp het ook niet. En dan voel ik me heel oud. Ja, ik dan ook. Zie ik mijn nichtje van 10 moeiteloos daarmee naar weer. En dan denk ik, oh god, zo voelt dat dus. En verder ben ik een meer kijker dan echt deelnemer. Maar wel redelijk actief. En vooral dan op Twitter en Facebook. Maar dat... ik zit daar niet dagelijks. Ik post niet waar ik ben of zo. Dat soort dingen wil ook niemand weten. Maar dat doe ik ook niet. Ik houd het vooral aan de gaten. Ja, ik vind het wel interessant, gewoon van journalisten. Zeker voetbaljournalisten. Als er bijvoorbeeld bepaalde dingen gebeuren, hun mening daarover. Het zijn toch de leidende mensen in de sportjournalistiek. Ja, voor nieuwsvergaan. Kijk, dat is natuurlijk op zich volgens mij percentagegewijs best wel klein, Twitter. In Nederland nog steeds. Of weer. Maar het is voor nieuwsvergadering denk ik een van de beste bronnen. Absoluut. Dus dat is gewoon ontzettend prettig. En niet zozeer de mening, maar wel... Tenminste, ja, dat is denk ik voor iedereen anders... of je de mening van diegene wil horen... of dat je gewoon het nieuws voorbij wil zien komen. Ja. Dus zo. Hoe is het in het buitenland eigenlijk met verslaggevers... en dat soort dingen over vloggen? Gebeurt het? Vloggen? Nou... Is het in Turkije groot? Vloggen? Nee, dat denk ik niet. Je mag dat niet speel, dus... ik weet niet of je alles mag vloggen de hele tijd, dus dat is... werkelijk geen idee. Kijk, ik betaal geloof ik 35 of 40 euro per maand voor Turks voetbal. En ik kijk 90 minuten Galla, dat is één wedstrijd. Zijn dan 35 of 40 per maand? Ja, maar ik heb wel zeg maar, een soort van Ziggo-equivalent. Dus er zitten 200 zenders op, maar dat kijk ik allemaal niet. Dus het komt gewoon dat ik het te weinig gebruik. Maar ik zie het dus niet zoveel voorbij komen als Fox.
Fox bijvoorbeeld. Ik kijk geen Turks praatprogramma's en zo. Die duren uren. Ja? Ja, de zondagavond, de marathon heet dat. Het is letterlijk een marathon. Dat duurt 3,5-4 uur, denk ik. Schitterend. En dan... Het gaat over de wedstrijden van zondag, hè? Dus dat is niet eens het complete speelronde. Dat gaat alleen over die dag. Dat zijn 3 of 4 wedstrijden. Urenlang door. Maar wat bespreken ze dan? Ja, van alles, zeg maar, vanuit elke perspectief. Oké, 4 uur praten over 4 wedstrijden. Ja, makkelijk. Ze doen het makkelijk. Het is dat op een gegeven moment de eindrol erin komt, want zijn ze nog niet klaar. Het is super awkward. Ze hebben een hele tijd lang Marcus Merck gehad, die Duitser. En die werd dan gewoon live meevertaald. Maar dan krijg je nooit interactie, want de rest sprak niet Duits in de studio. Dus die was daarin een beetje in zijn eentje. Dat is ook hilarische televisie. Over hilarische momenten gesproken. Jij liet het voor de uitzending zien. Oh ja, nou, good old Boylissen hebben we even gezien. Heb je het gezien? Ja, oh, ik heb het gezien, ja. Gezien? Ja. Nicola Boylissen, die erachter kwam voor mij. Zijn teamgenoot ging vertellen wie ze die nu hadden. Laten zien aan de mensen? Kijk. Op de massagetafel. Oh, die kennen we ook. Ook leuk. Waar speel je tegenwoordig? Hey. Kopenhagen. Ja. Ja, helemaal kapot spelen via de flanken. Laten we hopen dat hij erop staat, denk ik. Maar ik las ergens, heeft hij nou gisteren voor het eerst een minuut gemaakt dit seizoen? Wel gelezen. Ja, dus laten we hopen, hij is natuurlijk zo fragiel als ik weet niet wat, dat hij fit blijft tot die wedstrijd. Dat zou natuurlijk. Maar wat is er nou misgegaan met deze jongen? Als dus de grote fan Jordi Amari. Eigenlijk alles, toch? Van het moment dat hij op het schild werd gehesen en naar voren werd geschoven als groot talent. Volgens mij eigenlijk vanaf het moment dat hij zijn eerste minuten heeft gemaakt. Ja, maar voor mij was zijn begin echt goed, tot die eerste blessure, toch? Ja. En daar is het toch helemaal misgegaan. Het was zo'n leuke, ik vond het altijd zo'n leuke jongen om naar te kijken. Met zijn interviews en zo oprecht en vrolijk. En ja, er is ook gewoon helemaal niks meer van over. Een paar wedstrijden na die eerste serieuze blessure. En toen ging hij een beetje lopen leuren met interesse van Southampton. En volgens mij is daar de eerste frictie met de aanhang, zeg maar, begonnen. En daarna ging hij gewoon en heel slecht spelen en elke keer geblesseerd zijn. En dan ook is het nog niet vriendelijk. Nee. En echt een grote bek dan. Ja. Dat is echt heel vreemd. Nou, zijn pa is ook niet zo'n beste man. Hè? Duits schijnt het wel allemaal vandaan. Ik bedoel, te komen. Het zal een beste goede vader zijn, daar niet van. Maar als zaakwaarnemer is hij de boosdoener, ja, toch? Dat die een bizar salaris vroeg bij Ajax. Oh ja, die verhalen, ja. Want ja, Ajax wilde best wel met hem verder, maar toen vroeg hij zo'n bizar bedrag. En, het is ook de enige keer dat ik Frank de Boer een keer uit gewoon dingen zei waar hij niet... Ja. Gewoon netjes de persverlichting. Ik vind dat het echt moet kunnen, zeg maar. Ik snap wel degene wie er wat op tegen hadden. Ik vond het oprecht. Het was oprecht grappig. En gewoon, het was maar het kan niet. Het was gemeend. Ja, maar het kan. Je weet waar we het over hebben of niet? Ja, maar het kan niet. Ja, het is gewoon karaktermoord. Nee, volgens mij was het Dennis, toch? Dennis Koorman van AT5. En ik kan best begrijpen dat als Dennis tegenover je zit en je voelt je op je gemak, dat je die even eruit laat. Ja, oké. Okay. Vind je dat ook? Gebeuren. Ja, ik vind dat hoef je ook, moet het ook niet moeilijk over doen. Het is gewoon een speler van Ajax. Ja, was voor Boylissen was er op dat moment geen toekomst meer. Ja, maar dan nog blijft het een werknemer. Ja, maar... Ja, ik vind het grappig, laat ik me voorop stellen, dat ik echt keihard moest lachen. Ik zou je erop aan herinneren als je het personeel hier, als je er grapjes over maakt. Waar ze niet bij zijn. Nou, voor mij heb jij vandaag 1 graf gemaakt over... Twijfel jij aan Niels en integriteit? dankjewel, Jan. Doorum. Jij hebt nieuws over Yato Cissé. Ik zie dat je telefoon erbij hebt. Memphis Depay is live. Die is aan het trainen. Die is veel live tegenwoordig. Hij is live op Instagram. Want ik zit dus wel op Instagram. Dus, oké. Okay. Ja. En dan volg je ook Memphis Depay? Ja. Oké. Okay. Ik krijg trouwens van Jeroen Stekelenburg uit Calgary. Nee. Er zit wat vertraging op. Nee, Petrovic naar PSV RKC, ooit het meest historische interview. Toen riep Petro, ik wil weg. En toen vroeg de verslaggever, weet PSV dat al? Nee, maar nu toch wel. Hier kijken toch 2 miljoen mensen naar. ik weet het niet zeker, maar Jeroen zal het wel weten. En ik zie dat hij online is. Volgens mij was het met Evert ten Apel. Maar... Evert ten Apel? Deed je toen interviews? Ja. In die tijd deed de commentator gewoon nog de interviews na afloop. Volgens mij heeft Evert me dat laatst verteld, maar dat weet ik niet meer zeker. Nou, dat was echt schitterend. Ja, dat je dat is wel... Dat is eigenlijk 2 jaar geleden deed, hoe heet die spits zat? Santos. Bij Hans Krij, toch? Die gewoon even op tv zei hoeveel die moest kosten. Oh, ja. Ja, dat is een clausule gewoon even in het interview meenemen. Dat is prima. Ik zag hem van de week voorbij komen. Waar speelt hij? Alaves. Alaves? Ja.
Speelt hij een beetje, weet je dat? Nou, volgens mij weinig. Maar ik, van de week zag ik hem in de samenvatting voorbij. Santos, dat was die Santos van NEC. Ja. Ik ben ondertussen bezig met het eten bestellen. Als je het oh, zo, ja. Kunnen we het hebben over de wedstrijden van dit... Ja. No, Thomas? Even die boilers. Maar Kopenhagen, dat is toch echt een hele lastige tegenstander, als ik dat een beetje bekijk. Ging een knap door in de pool, als derde. Ja, ik zag die resultaten nog. Of is die pool gewoon niet zo goed dan? Nee, het was wel de minste Champions League. Leicester, Kopenhagen, ja, maar één keer verloren, hè? Ja, zeker. Het is echt een stugge ploeg. En ze hebben volgens mij die ene avond Brugge echt helemaal gesloopt. Ja, 4-0. 4-0 werd dat, ja. Ryan Donk eigen doelpunt of penalty? Ryan Donk. Donk zit in Spanje. Het was, hoe heet die? Varijn. Denswil bedoel je? Denswil, Stefano Denswil, ja, sorry. Maar Varijn was bij al die tegendoelpunten betrokken. Ja. Ja, dat is wel. Ja, en we hadden het wel over Boydessen kapot spelen, maar dan moet Traoré natuurlijk snel weg uit de basis. Want hoe die gisteren speelt, die komt echt niemand langs. Was het niet goed gisteren? Nee. Nee, ik was bij AZ dus. Nee, het was echt heel slecht. En het is vertragen en weer naar binnen en dan een of ander wippertje en zo. Dat kan Boydessen wel aan, hoor. Dus dan alle hoop op Neres, toch? En, daar weet ik natuurlijk niks van. Sinds die heel veel kritiek heeft gekregen, Amin Younes was gisteren weer heel goed. Ja, het rendement mag nog steeds wel. Absoluut. Maar als je. Klein tikkels, hè, Mario? Ik ben het wel eens met Peter Bos hoe ploegen zich instellen. Slecht weer, hoor. Hoe ploegen zich instellen als ze tegen Ajax spelen. Dat ze toch altijd aan zeg maar, rechts in de zone rugdekking geven tegen Younes. Ja, ging in de tweede of ging hij buitenom? Ik wist niet wat ik meen. Maar hij ging een keer buitenom. Ja, maar dat snap ik wel. Als die hele binnenkant afgedekt is, dat je denkt, nou, er staan nu vier man. Laat een keer buitenom. Ik hoop dus omdat hij zo makkelijk buitenom voorbij ging, dat hij denkt, dit kan ook. Hij gaat altijd naar binnen. En ja, volgens mij was hij van de week op een vrije dag was hij aan het trainen om daaraan te werken, volgens mij. Kijk, hij moet gewoon kunnen beslissen. Want op deze manier is het natuurlijk, als je weet dat iemand altijd naar binnen gaat, is het makkelijk te verdedigen. Wanneer gaan we Neres voor het eerst zien? Ik denk zondag. Heracles thuis. En dan hopen ze waarschijnlijk dat ze voorstaan. En dan zal hij wel komen, denk ik, toch? Voor de arena, presenteren aan de arena. Ben je nou blij dan als Ajax-fan? Dat zo'n groot talent nu komt? Ja, ik vind dat zo'n groot talent dan wel weer heel lastig te beoordelen. Want dan ga ik zo af op twee YouTube-compilaties. Op wat ik er steeds over hoor. Maar ik vind dat ze het en zo'n speler wel heel erg nodig hadden. En ik vind het zeer, zeer prettig dat ze eindelijk is gewoon... dat hebben ze met Ziyech natuurlijk ook al gedaan. Maar dat is steeds de vraag, hè, hoeveel er uitgegeven kan worden. Dat ze dat gewoon aandurven. En ik ben eigenlijk steeds blij als ze een risico nemen. Merk ik de afgelopen jaren. Omdat ze zo de hand op de knip houden. Omdat ze het risico nemen voel jij natuurlijk ook niet als fan. Nee, maar wel uiteindelijk voor het welzijn van de club. Als ze 10 verkeerde risico's nemen. Als ze 10 keer Soleimani halen, dan doen ze gewoon slechte zaken natuurlijk. En dan nog, maar hebben ze waarschijnlijk nog geld op de bank. Want zoveel geld heeft Ajax natuurlijk nu. Ja. Dat was ook zo frustrerend daaraan. Ja. En ze hebben het gewoon, los van hoe Neres gaat spelen, echt meer aanvallers nodig. Dus, ze hadden wel echt een buitenspeler nodig, hè? Ja, eigenlijk nog steeds vind ik dat ze meer voor de spelers nodig hebben. Maar dit is in ieder geval zeer welkom. Maar hoe goed hij is, geen idee. Maar wat mij betreft kan hij zondag er al in. Ik ben geen Ajax-fan, maar ik ben gewoon blij dat we in Nederland zo... Nee, kijk maar, ben ik geen Ajax-fan. Nee, verrassend. Maar ik ben het mooi voor de Eredivisie. Ja. Ik vind het mooi voor de Eredivisie dat we een jeugd-international van Brazilië... Vroeger, toen wij allemaal jong waren, toen was het normaal dat allemaal internationals van Brazilië en Argentinië, die kwamen hierheen. En ja, nu, ja, wanneer is het voor de laatste geleden dat we echt zo'n grote naam, zeg maar, talent? Ja, ik vind het wel redelijk lastig inschatten, omdat die vijver is natuurlijk gigantisch gegroeid. Het is niet vergelijkbaar, denk ik, met dat Ronaldo naar PSV gaat. Want zo groot is de naam van deze jongen niet. Ja, het is jeugd international, maar het is niet dat hij is niet Brazilië's hoop in bange dagen. Nee, hoor. Toen Rosales kwam, toen werd er wel gezegd, Rosales, Argentijn, die kan het wel Argentijnse international worden. Hoe heet die gozer die naar FC Groningen ging? Aanvoerder? Xera. Nee, Kahai. Kahai. Ja, dat is een bizar verhaal. Iedereen die Boca Juniors aanvoerder van Argentinië onder 21, ja. Ging naar FC Groningen. Ik snap tot de dag van vandaag, als we Hans Nijland ooit hebben, dan wil ik die transfer horen. Hoe zij dat ooit hebben geflikt. Hij speelde overigens 6 wedstrijden. Ja, verschrikkelijk. En werd de koning van... van wat? Ja, nee, ik kan nu wat tenten in Groningen gaan noemen, maar... En, zo. Jij komt ook ik wel eens kom ergens. In het land. Zo. voordat we verder gaan, even snel iets praktisch eten. Je eet mee?
Nou ja, lekker. Het wordt burritos of tacos. Burritos of tacos, oké. Wat wil je? Doe maar een burrito. Met? Welke kan ik kiezen? Ja, chicken, barbacoa, barbacoa, steak, carnitas burrito, grilled chicken. Oh, dit is een bol. Ik ga voor de chicken. Chicken, oké. Okay. Als iedereen dat gelijk... Jan? Ik wil die salade wel. wat voor wil je pittige saus? Leuk voor de kijkers ook. Ja, echt. Ga jij maar verder. Ik ga wel even bij de mensen langs. Wat voor saus hebben we het speelschema van de volgende Eredivisie? Saus, oh. Ik weet niet of we die... Ja, deze doe ik altijd. Oké, doe die maar dan. Ja, echt. Dat is wat is het speelschema in de Eredivisie? Ietsje lekker. Ja. ADO Twente. Vanavond. Ja, volgens mij hebben we voorspellingen gedaan, dus die valt daaronder. Ja. Jij had Twente. Ik had Twente, ja, want ADO, daar heb ik geen enkel vertrouwen in. Ik had gelijkspel. Ja, ik had gelijkspel. Ik geloof wel in ADO. Ja. Puntje voor ADO, ja. Freek zei ADO. Het vandaag in de podcast. Die zei, laatste drie ontmoetingen is die toevallig geweest bij ADO Twente. Ja. Die won ADO, dus vandaag ook. Ja, die logica geloof ik dan niet ik direct. Ik vind het zo'n... ik ben het er zo niet mee eens altijd, want het zijn compleet andere teams en zo. Ik denk wel, ja... Ik vind het moeilijk om nog te denken dat ADO het gaat redden. Het is zo... Nee, maar het is zo drie keer niks. Het is echt... Het is niks. Nou, maar als ze het kunnen opbrengen zoals tegen Feyenoord, dat was, voor het eerst, dat was wel gewoon, het was niet goed, maar ze waren wel keihard aan het werken. En dat hebben ze de afgelopen weken niet gedaan. Ja. Maar ik denk dus dat is zo makkelijk. Terwijl je zo slecht ervoor staat, ja. Dat ze dat dan tegen Twente niet kunnen opbrengen zoals je dat tegen een Feyenoord doet. Ja, maar dat is toch logisch? Maar ik begrijp dat niet. Jawel, man. Je vecht toch voor je laatste strohalm? Dan... Ja. Maar ze gaan vanavond natuurlijk gewoon precies zoals tegen Feyenoord spelen. Gewoon weer helemaal de pot dichtgooien. Ja. En hopen op 0-0 en heel misschien 1-0. En dat, ja, dat Twente wel teleurstellend aan de winterstop, vind ik. Is dat zo? Ja. Voor de winterstop. Van ze wonnen vorige week, toch? Jawel, maar overal... Was jij trots op NS Unal? Ik vond het eigenlijk gewoon een penalty. Wat? Wat? Dat ben je niet, toch? Nee. Oh, man. Jawel. Dit is het statement van de president geweest. Nee, trots niet, maar ik begrijp het wel, want ja, Mulder komt aanchezen, waar moet je naartoe? Ja, het is... Het is het is toch gewoon een belachelijke val? Ja. Maar hij was minder erg dan gisteravond. John Kidetti. Man. Ja, en daardoor gaan ze door. Ja, in de 91ste minuut zag ik... Er werd verlenging en daarna gingen ze door. Maar het is meer over... Ik had daar discussie deze week met vrienden over. Dat Nederland... Ik zou nooit een jongen... Hoe heet ze? Unal 20? Ja, volgens mij wel. Nooit een Nederlands jongen van 20 dit zien doen. Zo op zoek gaan naar... hij gaat gewoon bij Mulder gaat hij gewoon op zoek naar het contact. Arnold Brugging zei het zo goed. Hij zoekt gewoon. Je ziet hem gewoon. Hij speelt die bal en je weet dat een keeper komt en hij loopt er gewoon tegenaan. Maar bedoel je een swalbe maken of ja, zo gewoon goed? Op zoek gaan naar contact. Want jij hebt natuurlijk wel aardig wat. Hoor je die gozer van ADO ook weer, die jongen die... Ja, dat is van Heide, van die vlogs. Nee. Vicento. Ja. Charlton, ja. Vicento, ja. Stel het bij Ajax uit, toch? Nee, thuis was... Ajax uit, ja. Ja. Ajax uit. Ja, die was heel goed. Ja, die weet ik ook nog. Maar zou zo'n Unal of zo'n Kidetti, zou die dan achteraf natuurlijk toegeven, hè, dat de show is? Daar is dat dan ook een prestatie? Ja, maar ik denk in Turkije zeker, toch? Maar Unal gaf het niet toe. Die zei... Die zei wel dat het er steeds meer uitzag dat het dat hij niet geraakt was. Ja, maar hij zei niet dat hij bewust viel. Nee, dat is waar. Lennart, geef mij trouwens. En hij zei... Jongens, moet toch ook eten? Ja, dat doe ik al. Oké. Okay. Dat hij niet zeker wist of er contact was. Maar is dat een prestatie in Turkije? Ja, is het een prestatie in Turkije? Nee, ja. Ja, nee, maar hallo, jij bent toch gewoon voetbald? Jij bent toch ervaringsdeskundige? Het is toch nergens een prestatie? Het is alleen, zeg maar... Dat betwijfel ik. Het belang... Ja, betwijfel ik ook, ja. Ja, want jij doet dat zo makkelijk. In Turkije word je daar staan mensen toch na afloop klasse dat je dit hebt gedaan? Nee, niet. Niet? Nee. Je kan toch nergens applaudisseren voor de Schwalbe. Je kan alleen wel gewoon je erbij neerleggen dat je mede daardoor gewonnen hebt. En dat het dan prima is. Nee, dit geloof ik echt niet. Dat in Turkije mensen... Dan zou je dat elke wedstrijd mee moeten... Want dan suggereer je dat er opgespeeld wordt.
Nou, ik denk dat mensen, dat Turkse, laat ik zeggen, Zuid-Europese spitsen daar meer op spelen dan... Je zag het ook heel erg bij Suárez die net in... Bij Suárez toen hij in Nederland kwam, die vond het doodnormaal om... Daar werd Roy Jans boos toch heel boos over. Die liet ze van alles vallen. Ja, bij de eerste paar weken, ja. Nee, maar in Turkije is, dan is mijn beeld van Turkse spitsen... Ja, ik ken er één, die zit tegenover me. Ja, nee, die valt nooit. Nee, maar dat heeft met andere dingen te maken. Ja, die kan gewoon niet omvallen. Nee, maar nee, het is zeker het is geen, geen terugkerend ding in het Turkse voetbal. Oké, okay. Wat wil jij eten eigenlijk? Ook zo'n salade die Jan heeft. Oké, okay, een salade die Jan heeft. Oké, okay, heel goed. Dan naar die wedstrijd, als we het weer even kunnen kijken naar dit weekend. Want ja, we gaan het straks natuurlijk hebben over Feyenoord PSV. We hebben zelfs een leuke voorbeschouwing met Jeroen Soet. Oh, ja. FC Groningen, FC Utrecht. Ja, ja jij volgt het natuurlijk voor je... Heb je het vaker gezien dat een team gewoon zwakker uit de winterstop is gekomen? Het is gewoon verzwakt door het technisch beleid. Nee, ja. Dat, Mark van Rijsselijk zei dat laatst in die podcast. Dat kan ik me nog herinneren. Ja. Nee. Dat is eigenlijk best opmerkelijk. Ja, nou, natuurlijk, dat gebeurt wel vaker. Dat de beste speler wordt natuurlijk wel eens weggekocht. Ja, maar dan halen ze meestal wel... In ieder geval, nou, laat ik het zo zeggen dat het zowel de kwaliteit als de kwantiteit... Ja. Nou, minder is dan voor de winterstop. Dat is best opmerkelijk, toch? Want je kan je beste speler verkopen. Dan haal je er meestal één of twee terug om dat te compenseren. Of in ieder geval een vervanger. Is het grootste probleem niet dat de wedstrijd of de tactieken aangepast is... naar het zeer negatieve bij Groningen? Dat is niet doorheen, nou ja, dat was al, niet doorheen ja, te komen, beter, toch? Ik heb het idee dat na de winterstop dat ze het niet eens meer proberen. Nou, het was voor de winterstop is het al... Ik was heel toevallig bij de eerste thuiswedstrijd van Groningen-Feyenoord. Het werd een 0-5. Ja. En toen was het echt, ze hadden Van der Looy en die was super succesvol. Maar daar vonden ze een beetje van dat het spel niet altijd even leuk genoeg was. Dus Faber moest het sprankeling brengen. En dat was allemaal wel leuk. Ik was Southampton de week ervoor, was ook best wel goed. Alleen toen kreeg ze rood, dus ze speelde leuk. Nou, tegen Feyenoord, vol goede moed. Ja, 5-0 op de broek. Ja. En een paar weken later tegen Twente 0-3 thuis. Ja, en toen zijn ze langzaam maar zeker een beetje verdedigender gaan spelen. Ja. En nu is het super verdedigend, volgens mij. Super verdedigend. Was dat tegen Excelsior 2 weken geleden of zo? Nou, tegen Feyenoord speelden ze... Feyenoord. In Kuip speelden ze heel verdedigend. Maar goed, dat is dan nog wel een soort van logisch. Volgens mij was die thuiswedstrijd tegen Excelsior dat 1-1. Ja, dat 1-1. Ja, die heb ik niet live gezien. Die wedstrijd was echt... Het was verschrikking. Het was zo traag. Iedereen stond stil. Ja, ze wilden allebei niet echt. Maar weet jij hoe dat zit? Want was er noodzaak tot spelers verkopen qua financiën? Mij, ja, ik heb niet de technisch management gesproken. Ja, het laatste PT Altomar gesproken. Ja, maar dat was in tijden ver daarvoor. wat ik hoor is dat ze wel ook financiële keuzes hebben moeten maken. Ze hebben sowieso problemen met het stadion. Het stadion, de bezettingsgraad is gewoon heel laag nu op dit moment. Ja, maar ja, dat heeft dan misschien weer te maken met het... Entertainmentgehalte. Ja. Ja, maar dan als je zelfs voor Groningen-Heerenveen... Als je die zelfs niet vol kan krijgen, de derby van het Noorden... Overigens bij Heerenveen-Groningen precies hetzelfde, gewoon niet vol. Ja, dat is toch wel gek, ja. Ja, ik blijf het heel raar vinden. Maar goed, Utrecht ben ik, ja... Laat ik zo zeggen, als ik over AZ misschien wat kritischer ben... ben ik over Utrecht over het algemeen wel heel positief. Omdat ik vind, ja, dat zij gewoon... Misschien wel de beste trainer van Nederland. Als je misschien naar het verschil tussen AZ en Utrecht kijkt... dan Utrecht heeft... Als je kijkt naar spelers die een wedstrijd kunnen beslissen... ook al misschien als je niet goed speelt... dan heeft Utrecht er echt best wel veel, zeg maar. Dus Haller... Ja, het grappige is dat... Misschien, maar daar zou je dan nog over kunnen... Dat, Van Amrabat ook. En Sofjan. Ja, maar ja, die scoort niet zoveel natuurlijk. Nee, maar hij kan wel niet in jouw rijtje, maar kan zeker wel goede steekpaas geven en werken. Van het seizoen een beetje druistig, maar wordt steeds beter, vind ik. Het grappige is dus dat de twee aanvallers van... Maar dat zag ik een statistiek verkopen van Groningen en Utrecht. Dus zeg maar, je hebt twee aanvallers bij Groningen, twee bij Utrecht. Lekker uitgelegd die trouwens. Bij Groningen, Mahi en Van Weert hebben meer gescoord dan Haller en Sivkovic samen. Echt? Komt omdat Sivkovic niet zoveel scoort, denk ik. Dat betwijfel je? Nou, nee. Het zal niet veel schelen in ieder geval. Maar ik vond het wel opmerkelijk. Maar zegt dat heel veel? Nou, maar meer dat het de perceptie is dat zij de hele goede aanvallers hebben die veel scoren. Nee. Ze hebben echt al superlang allebei niet gescoord. Maar dat zegt dan iedereen. Maar ik was zaterdag bij... God, wat was het nou? Waar was je? Utrecht-PEC. En Haller scoort dan niet. Maar die was echt, vond ik met afstand de beste man van het veld. Echt zo goed en meevoetballen en de bal vasthouden. En, ja, maar dit gaat wel Utrecht worden, toch? Of een gelijkspelletje? Ik denk ook Utrecht. Ja. Ja? Ja.
Of jij slaat hem even over als je je toto invult. Doe maar. Ben je nu wat, zeg maar wat rustiger geworden? Want jij mist altijd je bets altijd op één. Ja, één uitslag. Nog steeds. Je mist er nog steeds op één. Je weigert jezelf aan te passen. Nee, ja, wat kan ik er dan doen? Gewoon één wedstrijd minder inzetten, wat ik tegen je zeg. Dan is er van de drie is er nog één fout. En als het vier, dan is er ook één fout. Dus beter moet je gewoon niet meer inzetten. Nee, ja, ik maak zo'n 15 wedstrijden meestal in het weekend. En dan krijg ik het voor elkaar om daar drie rijtjes van te maken waarin bij allemaal eentje fout is. Waar zit je eigenlijk dit weekend? Ik heb geen wedstrijd dit weekend. Helemaal niet? Nee, morgen in de studio en zondag ben ik vrij. Zo, en wat houdt dat in voor jou dan, als je vrij bent? Op de bank Feyenoord PSV kijken. Ja. Baal je dan wel dat je vrij bent of vind je het wel lekker ook een keer? Oh nee, ja, ik heb deze week 5 dagen gewerkt. Dus ja, nee, ik vind het niet zo erg. Maar ik vind het eigenlijk wel fijn aan de andere kant. Want ik kan dan mooi die topper kijken. Daar heb ik wel echt heel erg van zin. Eens. Daar moeten we het ook maar gewoon over hebben. Voor mij kunnen we... We hebben in ieder geval... afgelopen zondag was Jeroen Zoet te gast. En daar hebben we in ieder geval een voorbeschouwing voor Feyenoord PSV. Daar kunnen we voor mij een stukje van laten zien. Een kleine teaser. Zo. Hele korte vond ik teaser. Vond ik wel heel kort. Ja, vond je hem heel kort? Ik zag mezelf voorbij komen en ik dacht, kan wel wat langer. Ja, nou, ik denk dat dat ook de reden is dat hij weggeschakeld is, Jan. Ja, ik moet hier al wat over zeggen. Dat komt volgens mij morgen, zetten we het helemaal online. Ja. Ik speelde samen met Lars tegen Jeroen en tegen Jean-Paul. En we hebben 3 potjes gespeeld. Uiteindelijk hebben zij er 2 gewonnen en wij er eentje verloren. Maar de eerste wonnen ik met Lars en ik met 3-1. Wordt niet uitgezonden. Dat vind ik wel jammer. Oh. Voor mij is dit de enige versie en loop je echt te raaskallen op dit moment. Onzin. Jawel, want wij zouden nooit knippen. Dit is gewoon de enige versie. Ja, okay. Voor mij, je moet maar zien wat het wordt. Daarover nog, want we hadden hem te gast en daarvoor ging die discussie over. Wie moet er op de goal in Nederland zelf dan? Zo voor een maandje, Thomas. Even goed over nadenken. Onana. Onana, ja. Het komt heel aarzelend, of het komt eigenlijk niet. Ik neig nu naar Zoet. Maar ik vind het elkaar echt heel weinig ontlopen. Okay. En begin van het jaar kon je nog even denken dat Stekelenburg op een soort weg terug was. Maar die is weer helemaal weggevallen, dus die kan je er nu niet in zetten. Vermeer natuurlijk ook niet, die zou ik sowieso niet overwegen. Sillissen heeft het wel heel goed gedaan bij die paar wedstrijden die ik zag. Maar eenvoudigweg, die speelt te weinig. En ik zou toch gewoon kiezen voor een keeper die elke week op enigszins hoog niveau speelt. Jij? Ja, ik sluit me er helemaal bij aan. Ja. Ik zag een paar keer Jetro Willems voor mij. Ja, ik ook, ja. Nee, maar Sillissen die keept gewoon echt te weinig. Als hij nou ook nog een week veel Champions League zou keepen erbij of zo, dan zou het een ander verhaal zijn. Maar nee, ik zou ook voor Zoet gaan, denk ik. Het is wel vervelend voor Blind, want was dat de laatste keer dat hij echt voor Stekelenburg koos? Ja, zeg maar. Ja. Ja, en nu moet hij daar weer waarschijnlijk weer van gaan terugkomen. Inderdaad. Ja, dat is ook wel een beetje het probleem, denk ik. Ja. Jordi, je zei net voor de grap Onana. Ik had gisteren een discussie van wie is nou eigenlijk de beste keeper in de Eredivisie? En is Onana beter dan Jeroen Zoet? Of Jones, werd ook genoemd. Jones had nog geen enkele tegengoal dit jaar uit een standaard situatie. Ja, klopt. Het is wel een hele fijne eigenschap om te bezitten als keeper. Hij is lekker aan het stompen. Sterk in de lucht en maar weg gaan stompen. Ik denk, het belangrijkste van keeper is misschien wel naast de reflex hoe rustig je bent, zeg maar, om de situatie te bepalen. En ik heb nog nooit, ik denk eigenlijk nog nooit een keeper gezien die zo cool als Onana is. Die gewoon op zijn knieën rand 16 lijf breed maakt en dat de spits tegen hem opschiet. Dat heeft hij nou al een aantal keer gedaan. Ja, ik vind het ook de verrassendste speler van Ajax, hoor. Super jong, ja. Hè? Ja. Van keeper. Ja, ik moet echt 21. Ik moet echt mijn excuses aanbieden, want dat hebben we al eerder gezegd. Fijn. Ga ik er even zitten. Dit is een momentje. Kom maar. Wat is dit nou? Ik heb dit toch eerder gezegd. Nee, ik Onana bij jong Ajax vaak heb zien spelen en dacht, wat is dit van clown? Toen las ik ook nog dat rapport dat uitlekte, hè, over hoe transfer. Is, ja. Dat Barcelona zei, jongens, we hebben het echt het beste met jullie voor. Wat doen jullie? Weet je, bij ons gaan. En ja, dat hij nu zo loopt te keeper, ja, hulde. Echt fijn ook om naar te kijken. Leuke uitstraling, ja. Goede keeper. En Snapchat in de rust. Ik vind het wel moeilijk op dit moment om te beoordelen, omdat ze alle drie zeg maar redelijk in vorm zijn als club zijnde. Dus ook wel weer vrij weinig te doen krijgen, zeg maar, belangrijk. Ik, ja,
gezien als je gewoon kijkt van de start van dit seizoen tot nu, dan ga ik wel voor Onana. Ja. Terwijl die Jones inderdaad, die heeft nog geen tegengoal tegen. Of, naar de winst op. Die 6 wedstrijden op een rij in ieder geval niet. Ja. Volgens mij heeft hij 1 foutje gemaakt dit seizoen. En dat is wel, uit, geloof ik. Ja. Die is echt 34 jaar en gewoon aan het doorbreken. Dat vind ik wel heel tof. Ja, maar ja, natuurlijk, dat is een keeper is dat altijd, hij heeft natuurlijk jarenlang op een bankje gezeten overal. Blijkbaar wel gewoon een goede keeper. Ja. Over lastige keuzes gesproken, dit is dan over Maan met Blind. Wie moet Giovanni van Bronckhorst zondag op de bank zetten? Dirk Kuyt. Ja, maar jou moet ik het niet vragen. Ja, vraag het dan aan Thomas. Sowieso Kuyt. Maar dat is dan vanuit hem gedacht. Hè? Dus niet als... gewoon voor Feyenoord is de beste, denk ik, als Kuyt niet speelt. Oké. Okay. Ja, want ik heb het, ik kijk niet alles live, maar ik heb toevallig van Feyenoord na de winterstop de helft van de wedstrijden helemaal gezien. Toen je wist dat je hier te gast zou zijn. Allemaal voorbereiding. En steeds als hij meedoet, heb ik het idee dat hij vertraagt. Dat hij niet helemaal goed positie kiest. Of dat het gewoon minder gestroomlijnd loopt dan wanneer hij op de bank zit. Volgens mij is het eigenlijk een uitgemaakte zaak. En is de enige reden dat het nog niet uitgemaakt is dat hij aanvoerder is. En dat hij min of meer de belofte heeft gekregen. Dat vindt hij zelf althans. Dat hij vaker op behoort te spelen. Maar ik denk dat hij hem wel gaat opstellen. En ik denk dat hij het beter niet kan doen. Wat denk je? Ja, het is wel echt een topwedstrijd. Dus het is wel link misschien. Zeker met Arias en Willems die best wel opkomend zijn. Om met Berghuis en Elia te spelen. Dat is waar. Maar dat hangt er ook vanaf of hij toch meer voor het punt gaat of per se wil winnen. Zal hij niet in zijn achterhoofd toch met een punt een beetje een PSV laten komen? Maar ja, aan de andere kant, je speelt in je eigen kuip. Dus het gaat vrij automatisch. Ga je naar voren. Ja. Maar bijvoorbeeld tegen Ajax, die goal die Kuyt toe maakt. Dat is geen speler zo bij Feyenoord die zo, weet je nog, in de slotfase je team op sleeptouw neemt met zo'n kopbal. Ik zou misschien wel voor Toornstra rechtsbuiten en dan Kuyt op 10. Ook om... Je leest mijn gedachten. Wat zeg je? Je leest mijn gedachten. Oh, nou ja. Ik denk ook dat hij dat gaat... ik denk ook dat hij dat misschien wel gaat doen. Hij gaat sowieso iets tegen Willems zetten. Ja. En Berghuis gaat 2 keer meelopen en de derde keer vergeet hij hem. Ja. En die backs beginnen wel in vorm te komen namelijk bij PSV. Dus, ja, dat is ook wel zo. Maar ja, om nou je beste man op te offeren om achter Willems aan te gaan lopen in je eigen kuip. Nou, zo niet. Ja, weet niet. Vind ik zonde. Ja, maar hoeft hij een mantel op te offeren? Ja, dat vind ik, want dan ga je toch rechtsbuiten, zet je dan toch Toornstra om achter Willems aan te lopen? Ja, niet alleen maar. Nee, maar je kan toch ook gewoon, hij kan gewoon voetballen, toch? Ja. Jens voetbalt toch gewoon in balbezit zoals hij voetbalt? Ja, precies. Die kan nog even ook nog iets anders brengen. Ja, maar dan in mijn opzicht dan denk je vanuit het negatieve. Dus met dat achter de hand, dan ga je ervan uit dat het af en toe gaat gebeuren. Ik had ook gewoon de bovenliggende partij proberen te zijn en gewoon in spel te spelen. Ja, PSV speelt natuurlijk eigenlijk gewoon met 4 middenvelders nu, hè? Met Ramselaar aan de buitenkant. Dus ook vanuit daar gedacht is het eigenlijk vrij logisch om Toornstra erbij te zetten aan de andere kant op rechts. Dus je dan uiteindelijk gewoon 4-4 hebt daar. Ja. En met Berghuis heb je dat sowieso een stuk minder, naast het hele Willems-verhaal. Kijk, ik zou Kuyt ook nooit opstellen, maar tegen PSV altijd. Want het is toch Dirk en hij brengt wel iets wat Berghuis in ieder geval niet brengt. Ik bedoel, die is ook... Had hij weer schreeuwen tegen de scheidsrechter, denk je? Dat het op een gegeven moment tijd is en zo? Nee, maar dat is echt het beeld wat mij bijstaat sinds hij terug is in Nederland. Dat Dirk altijd iets meer mag bij scheidsrechters. Oh, in toppers. Zeker. Nou, dat is... Het is lastig om dat tegen Feyenoord te zeggen. Nee, helemaal niet. Want ik heb het helemaal niet zo op Kuyt. Ben jij voor Feyenoord, Jan? Dat schijnt zo te zijn. Maar wanneer was dat dan met Kuyt? Kijk, die stopwatch tuurlijk. Dat is een iconisch moment. Maar verder... Nee, dat niet. Tegen Ajax in zijn eerste klassieker dat hij terug was. En toen liep hij een paar keer door op Teten, weet ik nog. En hij mocht toen meer. En ik vond het toen zo gênant om... Dat hij na afloop zei, ja, dit hoort gewoon bij dit soort wedstrijden. Wij realiseren dat hij ons niet hier in Nederland... Is dat nou niet wel gewoon zo nieuw? Nee, ik denk dat je gewoon beter... Dat vind ik altijd... Ja, dat hoort bij dat soort wedstrijden. Je moet je focussen op goed voetballen. En niet op dat soort dingen. Zoals Kuyt alleen maar bezig was met die wedstrijd. Alleen maar om... Waar ik benieuwd naar ben, is het wordt dan gezegd... Kuyt, dat geeft een soort van... In zo'n topper, dat geeft ook een boost aan het elftal. En het... Nou, dat denk ik niet. Nee. Ja, ik ben benieuwd hoe dat nu leeft binnen zo'n selectie. Of als je dan... Nou, op dit moment lijkt me dat... Op dit moment niet meer, denk ik. Nee. Ja. Ik denk dat de hele selectie hoopt dat Toornstra speelt. Als de keuze is Kuyt, Toornstra... Maar dat is denk ik... Dus de keuze niet. Maar dan is toch ook... Nee. De keuze is Kuyt Berghuis. Ja, op dit moment wel, ja. Voor deze wedstrijd zeker. Maar dus dan gaat het averechts werken, waardoor jij zegt van ik zou Kuyt altijd opstellen. Maar op het moment dat die spelers allemaal hopen dat hij er niet op staat en dan staat er wel op, dan verliest dat effect natuurlijk. Waarom zouden ze allemaal hopen dat hij er niet op staat dan?
Nou ja, volgens mij zijn ze wel redelijk. Dat denk ik niet. Ik denk dat er om Kuyt best wel gegniffeld wordt bij Feyenoord. Dat denk ik echt. Maar je weet toch ook tegen PSV dat hij iets kan brengen wat Berghuis niet brengt. Wat kan hij brengen? Een stukje ervaring nieuw. En dat is ongelooflijk belangrijk in zo'n wedstrijd. Dat denk ik ook. Ik hoop echt dat jullie verliezen door een eigen goal van Dirk Kuyt. Sterker, Jan. Ik ben voor Feyenoord dit jaar. Jan, als Feyenoord verliest, stort het in? Oeh. Nou, volgende week Sparta. Die hebben een hele goede coach, maar die winnen we wel. En dan zijn er een paar lastige potjes. AZ, Vitesse, Heerenveen. Je kan niet, ik vind het superleuk, Ajax. Maar ja of nee was ook een antwoord, hè? Nee, ik moet er even over nadenken. En dan praat ik. Hij pakt echt, hè? Dan praat ik even door en dan kan ik over nadenken. Feyenoord stort niet in. Nee? Nee. Wat denk jij, Thomas? Nee, die stort in. Nee? Ik denk het ook niet. Denk je dat Feyenoord kampioen wordt? Als ze zondag niet verliezen, wel, ja. Zelfdestructie zit wel een beetje in hun genen. Dus. Ja, ik vind dat dat scenario van verliezen en instorten, dat kan. Maar meer in de genen van op dit moment de mensen eromheen dan in het team zelf, volgens mij. Ja, nee, dat kan. Ja, oké. Okay, ja, ja. Een aantal voetballers natuurlijk wel al een poosje. Dus die hebben het wel. Ja. Kijk, normaal is het altijd een beetje wat ze er rond de wind stoppen. Dus dat moment is misschien nu wel gigantisch opgeschoven. Maar ik moet het wel zien als ze verliezen of ze dan cool blijven. Ja, nou, dan wordt Ajax Feyenoord weer ineens weer. Of, nou, niet ineens, heerlijk. Maar dan wordt dat echt een kraker. Maar ze verliezen niet. Nee. Nee. Nou, dat leuk dat wij het er 10 minuten over hebben. Nee, maar daar ben ik echt van overtuigd. Ik ben meer overtuigd dat ze niet winnen. Maar ja, uiteindelijk komen we dan uit bij een gelijkspel, denk ik. Ik denk dat ze winnen, maar in ieder geval dat ze niet verliezen. Ja. PSV. Dat die een pak? Waar is dat op gebaseerd nu? Gevoel. Mijn gevoel. Welkom bij Astro TV. Ik denk dat PSV gewoon in die topwedstrijden. Dit jaar verloren ze echt onverdiend thuis van Feyenoord. Toen met Botteguin. Ja. Het staat nu gewoon, dat team met Van Ginkel, dat heeft zo'n impact op die ploeg gehad. En weet je, ze spelen echt niet goed hoor, de laatste wedstrijd. Maar ze winnen gewoon wedstrijden en dat gaat nu ook gebeuren. Maar volgens mij wint Feyenoord ook alles naar de winst. Maar Feyenoord heeft, moet Botteguin mee naar Bulgarije? Maar Feyenoord heeft een heel ander programma gehad dan PSV, hè? Serieus? Naar de winst stoppen. Ja, wel iets makkelijker, maar toch niet heel erg veel makkelijker. Zeker wel. Grootste PSV heeft Heerenveen gehad, toch, na winst stop? Dat is toch het enige wat echt... PSV heeft toch nog geen goede wedstrijd gespeeld. Dus alles is met hangen en wurgen. Misschien als maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg ook niet dat ze goed hebben voetbal. Dat blijft niet goed gaan. Jawel. Nee. Jawel. Mijn gevoel zegt ook dat PSV een goede kans maakt. Ja. Titel? Nee, om te winnen zondag. Om te winnen. Ik zeg op de titel nog steeds. Als ze hem winnen, dan worden ze kampioen PSV. Ja, ik was er maandag en ze straalden wel veel vertrouwen uit. Het is echt zo, ik heb in het begin van zo'n PSV gezegd, ik blijf gewoon tot het mathematisch nog niet kan. Zit je aan het water van de wodka, nu? Nee, maar PSV wordt geen kampioen. Ik zou nooit aan de wodka zitten tijdens een uitzending. Nee, ja, het is een beetje gênant als je nog serieus genomen wil worden, maar oké, het is jouw CV. CV ook echt. Ook bij de CV van Niel Peetsen. Hij is de jongen, hoopt in ieder geval dat Feyenoord kampioen wordt. Maar vind je dat hij dat mag zeggen? Want dat vroeger toch ook altijd Henk Kessler? Ja. Die zat bij Waku Waku en zo. Ja. Wat? Dat is de kaart. Kessler ging toch altijd naar het programma? Je weet wie dat is, toch? Ja. Wie dan? Oh nee, volgens mij ben ik in de war met die Amsterdamse politiechef. Nee, dat is Klaas Wilting. En Kessler bij Waku Waku. Dus alsjeblieft, maak deze Photoshop. Hetzelfde type. Het is volgens mij... Het wordt wel een beetje opgeklopt, hoor, vind ik. Ja, je moet iets maar volgens mij wat Cocu zei bij Spesco, dat is wel allesomvattend, toch? Waarom doe je dat als je zo graag een column wil? Het kan, het mag. Het is lastig. Ik denk namelijk... Ja, weet je wat het vervelend is? Hetzelfde met dat interview in het NRC. Kijk, het is niet handig, laat ik dat voorop zeggen. Maar ik vind het fijn dat we iemand in de bestuurlijke top hebben die gewoon... Als je hem iets gevraagd wordt, oprecht antwoord daarover. Maar het wordt hem niet eens gevraagd. Hij heeft zijn eigen column en hij denkt, ik moet het omschrijven. Nee, maar niet over dit, maar bijvoorbeeld wat hij zei over 16 clubs hiervoor in het NRC en dat soort dingen. Ja, maar tuurlijk, dat is goed. Maar als jij in je eigen column zoiets schrijft, je weet wat dat voor effect heeft op de voetbalwereld. Ja. Waarom zou je dat doen? Wat is de toegevoegde waarde, behalve dat we met z'n allen over Gijs de Jong praten? En bovendien, als je er nuchter naar kijkt, is hij degene die soort van de basis van de scheidsrechters.
Is dat zo? Nou ja. Uiteindelijk wel natuurlijk. Niet direct natuurlijk, maar uiteindelijk heeft hij een hoge functie dus bij denk de KNVB. Dat die, de KNVB stelt de scheidsrechters aan. Maar dan zou... Ja, nee, maar goed. Maar dan moet je dus... Als je die dan verder trekt, denk je dat er scheidsrechters beter op Feyenoord kunnen zitten dan anderen? Nee, dat denk ik niet. Zover is het echt niet. Nee, maar je dan moet alles schijn vermijden, lijkt mij. Want dat nu aan het bewind komt dat Feyenoord voor de titel speelt. Hij is helemaal niet aan het bewind. Nee, maar hij begint met die column al gewoon. En dat, nee, maar ja, het is toch... Nou, Cocu had wel een goed punt. Die zei, kijk, als iemand het nou in een opwelling in een interview een keertje zegt... dan kan ik er nog soort van mee leven. Maar wat jij zei, het heeft in een column gezegd. Ja. Nee, ja, eens. Het lijkt me vooral omdat je uiteindelijk weet die persoon toch ook wel wat het teweeg brengt. Ja. Juist doordat je het opschrijft en erover na kan denken. Dat, ik denk dat het belang een beetje verkeerd is dat hij wil dat er veel over Gijs de Jong wordt gesproken. Denk je echt dat de reden is dat Waarom ben je altijd zo negatief over mensen, man? Nou, dat denk ik. Waar kom jij vandaan? Nou, Diemen. Ja, zeker. Zijn ze er altijd zo negatief? Zit wat in het water daar, hoor. Hele bijzonder negatieve mensen. Nee, maar ja, wat is de andere toegevoegde waarde? Want niks, toch? Ja, nee. Nee, dat is wel eens wat Jan ook zei. Dat hij het nu uit zichzelf zegt, ja, dat is niet heel handig. To say the least. Ja, want... Ja, nou goed, anyway. Goed. Je had een CCO gevonden. Volgens mij nog niet. Ik durf er niks meer over te zeggen, want voor je het weet kom ik het weer verkeerd. Mag ik gewoon even als een leek vragen? Ik ken Jatto. Jij mag hem Jatto noemen. Maar, ja, ik ken Jatto. Weet jij toevallig waar hij is? Nee, maar wat is aan de hand? Hij is Jatto heeft Daan net gesproken of iedereen hem gewoon even met rust kan laten. Ja. Waar is Jatto ook weer geboren? Nee, wel in het Afrikaanse continent. Ja. Gambia. 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 In Banjul, om precies te zijn. En hij is toch al jaren uit het Nederlandse voetbalbeeld verdwenen. Maar waar is nu hot topic? Want hij kan niet op zoek naar hem. Ja, de Kruikenzeiker is in ieder geval op zoek naar hem. Laten we gewoon even neem droppen. En die komt met een verhaal dat 2 jaar geleden was het laatste teken van leven. Hij zou in Everton wonen en dingen voor. Of in Liverpool wonen en dingen voor Everton doen. En daarna loopt alles dood. Ja, nu is dus de vraag waar dus, is dus die? Iemand is privé detectiveje gaan spelen? Ja, ze zijn op zoek naar Jatto. Gewoon een beetje de heel internet, zeg maar. Ze hebben wel de... Gewoon dingen uitzoeken. Ja. Ze hebben wel Wikipedia is niet upgedate en hij is spoorloos. Ja, ze hebben wel de raarste, de wildste indianenverhalen gehoord. Hij zou in een gesticht zitten in Gambia. Dat was 1 tip. Een andere tip was dat hij is gevlucht omdat hij bij de clan van de onlangs verjaagde president Yahya Jammeh hoort. Als alles klopt, is dat boekje van Andy van der Meijden een doktersromannetje. Ja, nou ja. Ik ben wel echt benieuwd. Zeg maar, normaal vind ik dat soort dingetjes niet mooi. Maar ik ben nu wel benieuwd naar het echte verhaal. Dat is een biografie. Ja. Frank Heijnen erop zetten, jongens. Ja? Kan die goed graven? Die is goed met Jatto? Nou, niet speciaal met Jatto, maar dat is een uitpluis iemand. Okay. Ga jij ooit een biografie over een voetballer schrijven, denk je? Biografie over voetbal, nou. Leuke vraag. Vast niet eerder gehoord. Nee, eigenlijk niet. Nee, echt niet? Nee. Er zitten enorme aantrekkingskrachten, of het heeft enorme aantrekkelijkheden. Bijvoorbeeld, nou, dat hangt wel natuurlijk uiteraard volledig van de persoon af. Nu een biografie van Philip Cocu of Giovanni van Bronckhorst, dat zou dan geautoriseerd zijn en heel erg saai waarschijnlijk. Ik denk dat de cruciale voorwaarde zou zijn, los van of ik het bij wat ik verder doe vind passen, of het in direct overleg gaat met de hoofdrolspeler en in hoeverre die er iets over te zeggen heeft. Want om maar weer Aten Mos aan te halen, ik ben niet een enorme Aten Mos-fan, maar als ik vrijelijk toestemming zou hebben nu om een half jaar Aten Mos te volgen en mensen om hem heen te interviewen, ik denk dat daar bijvoorbeeld heel veel echt hele mooie anekdotes uit te komen waarin hij de hoofdrol speelt, ook op een manier die hij zelf niet helemaal door heeft soms. Soms ook wel, maar soms ook niet. Dat lijkt me heel gaaf om te doen. Als hij vervolgens zegt, dit moet eruit, je moet meteen met Vitesse iets positiever omschrijven. Ik denk dat bij heel veel biografieën gebeurt. Dat het in directe samenspraak gaat. Bijvoorbeeld die biografie, heel veel bijvoorbeeld over Fernando Rixen toen. Ja. Had ik het idee dat die heel erg 1-op-1 met hem geschreven was. En dan ben je eigenlijk gewoon iemand cv aan het opkloppen en uitsmeren. Dat lijkt me heel roemloos. Ik zou het wel ooit willen doen, over 10 of 20 jaar. Als Aad nu na deze uitzending zegt, ja hoor, Thomas. Dat ik alles mag? Dan zou ik er goed over nadenken of ik dan echt een biografie wil en niet een lang artikel. Want dat loopt soms ook in elkaar over. Hè. Jouw lange artikelen zijn bijna net zo lang als een boek. Nou, vaak zijn die voetbalbiografieën eigenlijk een opgeklopt artikel. Ja. Met heel veel wit en heel, heel lang. Dus ik zou sowieso iets daarmee willen doen. Dan, ja. Ik denk Royston Drenthe.
Ja, dat is wel een beetje dezelfde categorie. Dat lijkt me echt waanzinnig gaaf om te doen. Ik denk dat daar ook nog parels van anekdotes tussen zitten. Ik heb dat verhaal... Het is echt heel grappig dat je dat zegt, dat er parels van anekdotes tussen zitten. Er was deze week een filmpje dat iemand vroeg... Royston, heb je nog een mooie anekdote? Was dat niet van die moeilijke woorden, man. Als ik hem een half jaar zou kunnen volgen en gewoon rustig een beetje teruggetrokken. Ja. En hij zou me gewoon toelaten, hè, want daar valt of staat alles mee. Dat lijkt me echt fantastisch om te doen. Dat is ook ons gemeenschappelijk doel, wilde ik zeggen. Royston Drenthe. Ja. Nou, eigenlijk met z'n drieën zitten wij in een... Ik heb er nog geen credits voor, want ik heb nog niet... Ik ook nog niet echt. Maar Milan is al een paar keer komen kijken. Wij spelen op dinsdagavond 5-5 met Milan, Jordi, Jeroen Stekelenburg, Wietse van der Groot. Ook nog niet geweest. Staat wel ingeschreven. En zo nog heel veel mensen die ingeschreven staan. Ja. Simon Tjommer. En dan is onze naam... Ja, ik zeg dat het verkeerd. Vladi Kafka's Barba Papa. Je weet waar het vandaan komt? Nee. Hij was op zoek naar een Barba Papa... Kapper in Vladi Kafka's, waar hij toen speelde. Heb je het filmpje ooit gezien? Ja, dat heb ik wel ooit gezien. Ja. Ja. Zodoende. Je moet gewoon freshen. Ja. Toch? Ja, dat is gewoon belangrijk. Daar komt het wel op neer. Freshen bij de niggerkapper was het, geloof ik. Juist. Maar, maar voetbalbiografieën voorlopig dus nog niet. Tenzij uitzondering. Ik zou het echt trouwens wel over Drenthe gesproken, want ik denk dat best wel veel mensen daar nu op aas. Ik zou het echt zonde vinden als dat inderdaad zo'n hapklaar... standaard voetbalbiografie. Ik vond het verhaal van Iwan van Duren 3 jaar geleden over hem heeft geschreven. Die heeft dus ook met hem meegelopen en gewoon een beetje van de zijkant beschreven. Dat was een prachtig verhaal in Voetbal International. Echt, ook gewoon eigenlijk dat je gewoon een beetje... Je krijgt gewoon mee in wat voor een gekke wereld totaal anders dan onze wereld is. En dat die jongen eigenlijk ook niet zoveel aan kan doen dat zijn hele carrière ontspoort. Aangezien hij voor 800 mensen moet zorgen. Die allemaal mee profiteren, allemaal mee eten, mee drinken. Ja, ik vind het mooi als je op die manier toegang krijgt tot iemand. En terecht wat je zegt, dat het niet iemand is die zegt, oké, dit heb ik toen gedaan. Dus dan neem je van hem aan dat dat de waarheid is. Terwijl er waarschijnlijk ook nog een heel ander verhaal omheen zit. Ja, dat is mooi als je dat kan. Ik denk dat we kunnen een balletje opgooien toch bij Aad. Jij bent wel goed met Aad, toch? Ik ben volgens mij de enige die hem niet volgt. Ik kan hier stormbaan en die kop koffie, dat hoef ik niet tankbaan. Te zien. Tankbaan. Nee, ik vind het prettig op tv, maar op social media vind ik hem echt waardeloos. Ik snap dat mensen het leuk vinden. Ik zit er wel te genieten, hoor. Oh, dat is er een waar je gewoon sneaky... Dat zie je in Aad de Mos, ben ik ook aan het begluren. Is die wel zo, nee, is niet analist bij jullie, toch? Nee, hij zit af en toe bij de tafel van Kees, maar verder is hij geen analist, nee. Nou, dat is misschien een mooi bruggetje dat we een keer kunnen maken tussen Thomas en Aad. Nou, gaan we proberen, toch? Toch? Lijkt me fantastisch. Goed. Ik sta te popelen. Het eten is er bijna. Mooi. Oh, we hebben natuurlijk... Kijk, de voorspellingen. En kijk, uitstekende foto's ook, jongens. Ja. Prima. Leuk dat ook... Ja, jij zei een gelijkspelletje. Bij Twente? Ja. Ja. En Thomas en Jordi Amali denken de Tukkers. Dan NAC Breda. Ja, het zou toch verschrikkelijk zijn als NAC weer verliest. Dan hebben die echt... Dan beginnen ze ook kut aan carnaval. Dus ja, ze mogen niet op carnaval. Dus dan zijn ze extra gemotiveerd om te winnen. Ja, ze mogen niet op carnaval. Nee, maar ook gewoon als ze winnen? Nee, als ze verliezen mogen ze niet gaan carnavallen. Als ze winnen, geloof ik. Ja. Extra motivatie. Ik denk dat Stijn Vreven nog niet weet hoe die club werkt voor mij. Nee. Nou ja, zit er eigenlijk nog jongens uit die regio überhaupt daar? Behalve die 800 huurlingen die ze hebben. Jan? Ik weet dat ik een beetje lijk op Lars, maar ik heb niet zoveel kennis over de Super League als dat hij heeft. Oh. Sorry. Local boys niet zoveel. Local boys niet, toch? Keeper is gestopt, toch? Dacht ik. Nou, Jelle de Rauw, Lars? Keeper dat zeg je toch niet? Huh? Dat hij gestopt is als keeper? Wat? Ja, toch? Vorig seizoen. Is keepers trainer? Ja, inderdaad. Nee, ja, inderdaad. Maar dat je dat dan niet weet? Oké, sorry. Komt goed. Vorig jaar moesten we één keer JOWO overnemen van Lars. En toen stopte Jelle ter Auwelaar. Dus daarvoor is het blijven hangen, denk ik. Okay. En nog die laatste wedstrijd, even kijken. Dat is de topper in de Bundesliga tussen Leverkusen en Mainz. Topper? Nee. Oh. Ja. Waarom staat die er dan tussen? Dat is een vrijdagavondwedstrijd. Dat moet vandaag zijn. Dat is eerlijk aan het Maar als we nog even kunnen zien... Ja, maar daar staat Leverkusen Mainz inderdaad. Ja, iedereen zegt Leverkusen. Leverkusen natuurlijk wel knauwtje, denk ik, gehad van dat verliespartijtje Atletico. Mainz is Mainz niet meer nadat ze 2-3 man hebben verkocht, volgens mij. In ieder geval Younes Malle is naar Wolfsburg overgestapt en die missen ze enorm. Dus
En Castanier is natuurlijk nooit gegaan. Nee. Dat ook. En ja, Bojan. Ja, Bojan Krikic. Ja, Bojan. Het was dus of Castanier of Bojan Krikic. Ja, dat is op zich. En dan kozen ze eerst voor Castanier. Ik zou het wel weten, ja. Ongelooflijk. Maar goed, duidelijk. Thomas, dank. Op naar het boek met Aad de Mos. Ja, dat lijkt nu ineens, daar is nu ineens op uitgedraaid, ja. je kwam hier gewoon als voetballer van WVHDW. Gewoon je nieuwe boek pluggen. Welk team ook weer? WVHDW? Ja, WVHDW, zondag 5. Zondag 5. Ja. Is zondag vrij of voetballen? Voetballen, 12 uur rap uit en dan die drie punten op zak, dan naar Feyenoord gaan kijken. Jij? Vrij morgen, maar ik zou ook niet spelen. Maar volgende week hoop ik me rentree te maken. En dan op dinsdag bij ons? Of eerst dinsdag bij ons en dan... Nee, dan zaterdag rentree en dan dinsdag bij Power League. Ja, ik wil het elke week aan jou vragen, maar nog steeds geblesseerd, hè? Ja. Ik weet het. Nou, we zijn morgen wel vrij trouwens. Ik voetbal komende dinsdag ook gewoon weer, hoor. Wat? Nee, maar dat gelooft niemand. Nelson Mandela Park, Footy, 7 tegen 7. Dat gelooft niemand. Drie wedstrijden op rij gewonnen, het gaat heerlijk. Dat gelooft niemand. Dat is echt waar. Toch wel, dank voor je tijd. Met zuurstof tankje op je rug. Wat zei je? Zuurstof tankje op je rug. Ja, twee zelfs. Daan van Koten, thanks. Buckets. We zijn ook vrij met voetbal, jongens. FC Amsterdam, zesde klasse, laatste van Nederland. We staan ook laatste, dus het is... Wow. Uitstekend. Helemaal maar in. Komende zondag, ja, je ziet het al. Nasser Barassid, Jordi Amali en Johan van Boven. De beste dartende journalist van Nederland. Dat is een van de redenen dat hij hier wilde komen, graag. Maar ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd naar Nasser. Ik ook. Heel veel zin in. Enorm. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. Een fijne vrijdag en tot zondag.
America.